1 Sport. Met Max van den Boren. Goeiedag en welkom bij L1 Sport. De eerste volle voetbalvrijdagavond van dit seizoen met alle drie de Limburgse keukenkampioendivisieclubs. In actie vandaag, Rode AC ontvangt Top Os. MVV gaat op bezoek bij FC Dordrecht en de VVV. Dat speelt thuis tegen Jong Utrecht. Drie mooie wedstrijden die voor vanavond tot een uur of 10 gaan volgen. Te beginnen kan ik gooi Roda Top Os met verslaggever Maurice Jessen. Maurice, een goedenavond. Ja, goedenavond. Hè. En ja, moeten we zeggen, we beginnen bij de koploper. Hè, want dat is het natuurlijk wel. Hè. Rode JC met een superstart van dit seizoen. Twee wedstrijden gespeeld, 6 punten. Veier 1, Helmond Sport opgerold. En vervolgens bij ADO Den Haag ook nog een keer 0-3. 7 doelpunten al gemaakt. En dan komt Top Os. Ja, wat moesten ze daar dan gewoon verwachten? Hè? Ja, Top is nog niet eigen ploeg, waar ze van altijd onder de indruk moest zijn. Maar het is natuurlijk het begin van het seizoen. Ja, en bij hen willen de ploegen natuurlijk alles wel goed laten zien. En willen ze er goed voor staan. Dadelijk de opstellingen. In ieder geval helemaal van Roda. En een paar speerpunten bij Top Os. Voorlopig rolt de bal hier al een dikke minuut. Stand uiteraard nog altijd 0-0. Door naar Dordrecht. FC Dordrecht tegen MVV met verslaggever Maarten Onvlee. Maarten, goedenavond. Ja, goedenavond Max, want het is weer leuk aan de Krommendijk. 3 minuten gespeeld, klein kansje voor MVV na een prachtige bal van Brian Smeets. Die op 13 augustus de eerste wedstrijd van de competitie in de Kool al zo belangrijk was bij de doelpunten voor MVV. Toen 1-3. En vervolgens was het natuurlijk een week niet voetballen vanwege dat kunstgras in de Geuzel. Er werd geoefend afgelopen maandag tegen Sint-Truiden en het werd 1-1 met verdienstelijk spel. Kleine tip van de sluier voor de opstelling. Toenahan Taski, de huurling van Fortuna, staat in ieder geval in de basis. En het is het heerlijke paars van de MVV. Wat niet pijn aan de ogen doet, maar er geweldig uitziet. Hier in Dordrecht bij nog steeds die 0-0 stand. Terug naar het zuiden, Venlo, VVV Jong Utrecht. Met verslaggever Sjors Lemmens. Sjors, een goedenavond. Goedenavond Max en goedenavond voetballiefhebbers. Vanuit het Covebo Stadion, de Kool in Venlo. Boe. Ik als just bijna de 1-0 zag voor VVV na 3,5 minuut spelen. Een schot van Levi Smans was recht op doel af. En nota bene zijn eigen speler Joep Kluskens haalde hem in boetespelpositie nog eens van de lijn af bijna. Anders was dat 100% zeker een droomstart geweest voor VVV. En dat kunnen ze ook wel gebruiken. Want ze verloren de eerste wedstrijd van MVV. Vorige week speelden ze gelijk tegen FC Emmen. En vanavond is natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid om de eerste overwinning van het seizoen te boeken. Want ja, jong FC Utrecht zou in principe het ideale slachtoffer kunnen gaan zien. Een grappig detail is dat het slechts 3 reguliere keukenkampioen divisiewedstrijden geleden waren. Dat deze 2 clubs ook tegenover elkaar stonden. Maar wat is natuurlijk veel gebeurd in dit tussentijd. Want van die 22 basisspelers, 3 wedstrijden terug, stonden nu nog maar 7 van op het veld. Wil je dat allemaal zien? Dat huurt je zo dadelijk. Stand nog steeds 0-0. Ja, verder vandaag in de keukenkampioendivisie. De Graafschap tegen Emmen, Den Bosch, ADO Den Haag, Eindhoven tegen NAC en Cambuur tegen Jong Ajax. Dat de wedstrijden buiten die 3 dus van de Limburgse clubs in de Eredivisie vandaag geen. Die wel sowieso maar een bekort programma. Maar daarover later meer. We gaan terug naar Kerkrooy. Roda tegen Top Os. Maurice, de 11 van Roda. Wij sturen allemaal op het veld. Ja, in het doel verstoon Koen Bukker. Wat is eigenlijk een beetje de nieuwe situatie. Want doelman Rodi de Boer, die is weg bij Rode JC. Die is toch duidelijk kennen gegeven dat er eigenlijk overbodig is met de komst van Bukker in het doel. Bukker de overigens nummertje 16 dreeg. Want ja, Rodi de Boer had natuurlijk eerst al 1 gekregen. Dus dat nummer wordt officieel al ergens in de administratie weggewerkt. De Boer naar Denemarken, naar Aalborg. Dan ga je toch in ieder geval proberen om door zijn doelman geluk te beproeven. Achterin bij Rode JC hebben we dan Stom, Bijleveld, Kochlin, Didden en Rijt. Dat is de mannen die achterin in de situatie spelen. Rode speelt overigens in een 4-2-3-1 opstelling. Dus dat betekent dat op het middenveld 2 man stond. Spierings en Kongolo. Dan hebben we 4-1 snelle mannen. Wiet Sauner en Ojik en Van der Heijden. En voorin in de spits, eigenlijk een beetje voetgestoven, is het Smit der Dostijd. Dat zijn de mannen die trainer Bas. Maurice, voor even naar Venlo, want wat is toch gebeurd? Ja, het is Rick Ketting. De 3e corner is het al van VVV met slechts 5 minuten gespeeld. En waar het doelman Kevin Gadela deed de shots nog katachtig wist te redden op de vorige corner. De corner daarop volgend moest er het antwoord schuldig blijven. Van een geweldige kopbal van centrale verdediger en aanvoerder Rick Ketting. Zurich voor de hele vreugde 1-0 voorsprong in Venlo.
Ja, dat is mooi neus van Oete de Koel. Zo meteen meer van de wedstrijd. Nog even terug naar dicht, Maurice. Ik kijk, Roy. Ja, eigenlijk had ik de hele opstelling van Roddy Jesseel gezag. En ik zou ook met bezig worden dat het Sibumbo daar toch wel een beetje de wind in de zeilen heeft. Zeker omdat de mannen een vrij relatief nu elftal bij Roddy Jesseel eigenlijk wel op de juiste plaats weten te zetten. Het is een evenwichtig elftal. Of die bij Topos ook een evenwichtig elftal hebben, dat is nog maar de vraag. Daar zitten wel een paar bekende namen in. Onder andere Mike Havenkotte in de kist bij Os. En dat is de oude doelman van MVV. Maar er zijn er nog veel en veel bekender hier in het Parkstad Limburg Stadion dan Havenkotte. Dat is onder andere Sander Lambrix, ook oud Roda JC dit seizoen overgestapt. En dan hebben we nog Rochon van Eyma. Ook die is een oud Roda JC speler. En in de dugout ook een hele bekende, Ruud Brood. Dat was een tijdje geleden hier, toen dat hij de hoofdtrainer. En maar dat is natuurlijk al een flinke periode terug, hoe hij misschien zelf niet zo graag een truc drinkt. Voorlopig, scorebord, nog altijd 0-0. Bij MVV Maarten, die zei al, de nieuwe man Taski in de basis. Hoe ziet de opstelling er verder uit? Ja, dan pak ik maar meteen de voorhoede erbij, Max. Links voorin Tunahan Taski, wordt ook wel Tuna genoemd. En laten we hopen dat hij zich als een vis in het water voelt en Dordrecht aan een paar doelpuntjes meepikt. Want in betaalde voetbal heeft hij nog nooit een doelpunt gemaakt. Dan in de spits Koen Costons. En aan de rechterkant Ferre Slegers. Op het middenveld van links naar rechts Nicky Soeren, de aanvoerder. Aan de rechterkant Marco Kleine. En op de teampositie Brian Speets, die nu in balbezit is. Schuift hem meteen door op eigen helft naar Nicky Soeren. En dan komt daar bijna een aanval uit. Maar is de overname er van FC Dordrecht. Linksback Lars Schenk. Rechtback is Tim Segers. En het centrale duo is Aktas en Komans. Dus Nieling, de huurling van Fortuna, niet in de basis. Eén wijziging maar heeft Maurice Verberne doorgevoerd. Het is Boufrahi die vervangen is door Taski. En natuurlijk in het doel Roma Matthijs. En zo zien we in deze openingsfase, die inmiddels 8 minuten oud is, dat FC Dordrecht even probeert het heft in handen te nemen in deze wedstrijd. Dordrecht wat de eerste wedstrijd van het seizoen ook thuis speelde. Toen kwamen ze met 2-0 voor tegen NAC. En gaven ze dat in de slotfase nog weg. En werd het 2-2. Nu proberen ze het verschil in de openingsfase ook weer te maken. Maar echt gevaarlijk zijn de schapenkoppen nog niet geweest. Misschien nu met een bal richting de achterlijn. En dat levert uiteindelijk de eerste corner van de wedstrijd op. In deze confrontatie waarbij het lekker weer is, dat niet alleen. Maar het hybride gras ligt er ook geweldig bij. Straks zal op 1 september, als het gras af is en de Geuzelt, MVV aantreden op het nieuwe kunstgras tegen Jong Ajax. Nu even kijken wat die corner vanaf de rechterkant doet. Handen omhoog bij keeper Romain Matthijs. En dan wachten op die uitdraaiende bal. Die gaat waarschijnlijk richting Schuurman. En dan kan ook de spitser niet bij. De nieuwe spits, René Kriwak. Dat is de Oostenrijker die over is gekomen van TSV Hartberg. En hij kopt naast het doel. Dus blijft het 0-0 in de 10e minuut. Een vroege voorsprong dus voor VVV tegen Jong Utrecht. Sjors, dat is mooi. De opstelling van VVV, die hadden we nog gar niet gehad. Zien daar verrassingen in ten opzichte van de vorige week? Totaal niet, want het zijn exact dezelfde 11 basisspelers die in het veld zijn gekomen. Terwijl ik wel heel even kijk naar de corner van Jong FC Utrecht, die dus een goede kans hadden via Mees Rijks. Nu komt de voorzet, kan ingekopt worden, maar Gert over het doel, gelukkig voor doelman Jan de Boer. Want deze staat natuurlijk weer op doel. En ik durf wel te stellen dat onder de lat hij de meeste lengte staat van het ganse weekend. Want Kevin Gadela, 2,06 meter, Jan de Boer, 2,02 meter. Ja, Boer gaat ze nog 4 meter en 8 centimeter onder en een wedstrijd onder de lat vinden. Voor de rest is het dezelfde basis 11. Roel Jansen staat natuurlijk weer achterin. Links staat in het middenveld. Sorry, ik verspreek me daar binnenin. Omdat ik even dat gaat zo gebeuren. Maar dat gaat gewoon weer. Opnieuw even de verdedigende linie met Simon Jansen, Roel Jansen, Rick Ketting en Moreno Rutte. Middenveld, Berde, Sierra, Kluskens en links de man van vorige week. 2 schitterende doelpunten tegen Emme, Alouche. Kijk of hier ook weer kan schitteren vanavond. En in de spits Levi Smans en de Griekse spits Kosidis. Zoals we even naar Dordrecht, ja. Want Maarten, een schitterende aanval via de rechterkant. En dan is de voorzet daar van de mee opgekomen rechtsback Tim Segers. Legt hem terug vanaf de achterlijn richting de penalty stip. En daar staat, ja, hij heeft een neusje voor de goal nog steeds. Brian Smeets met zijn eerste doelpunt dit seizoen voor MVV. Dus 0-1 in de 12e minuut. Voorsprong dus voor MVV. Voorsprong ook voor VVV Sjors. Dat was ook bezig met de opstelling.
Ik had alleen nog maar de Griekse spit Kouzidis te gaan. En ja, hopelijk dat Heer ook zijn eerste doelpunt van het seizoen kan gaan maken. Want daar is iedereen natuurlijk stiekem toch wel een klein beetje op aan het wachten. Maar vooralsnog dus geen enkel probleem voor VVV. 1-0 voorsprong, 300% kansen waren er in de eerste 6 minuten. En hij ging erin via Rick Ketting. Ja, VVV dus op voorsprong, MVV op voorsprong. Allebei leiden ze met 1-0. Dat is mooi. Jong Ajax leiden zojuist ook met 1-0 op bezoek bij Cambuur. Maar de Friese trekken de boel daar meteen weer recht, waardoor het 1-1 staat in de Leeuwarden op dit moment. 0-0 is het nog. Bier Roda tegen Topbos. Ja, hoe zo zegt dat MVV en VVV op voorsprong stonden. Morgen Rode JC wel uitkijken dat ze Nederland op achterstand hadden gestonden. Want het waren toch wel drie kleine kenskes die Topos hier wist te doen. Een keer een cupbal, een keer een shirt. Weliswaar een boetespelsituatie gehad. En net ook weer een shirt. Dat dan maar ja, rakelings langs de kist scheet. Langs de kist van Koen Bukker. En ja, dan moeten ze toch wel uitkijken. Terwijl in die andere twee wedstrijden, de wedstrijden tegen Helmond Sport en tegen ADO, Rode JC toch in de beginfase heel erg sterk wel. Zeer ik dat vandaag hier in deze toeswedstrijd. Of het moet zin. Een bal die wordt gegeven op het Zouner. Zouner kent de bal net binnenhoudt. Oh, dat deed er prachtig. Via de achterlijn tikken de bal langs de verdediger. En blind voor dan net nog wel een balbezit. Kent nu Rode JC terug een balbezit brengen. En nu geeft het publiek hier achter stom. Want nu merken ze dat er effe druk wordt gezet. Door aan de rechterkant wordt de bal doorgetikt. Geeft dan als Spiering. Spiering probeert dan de ruimte te zoeken. Wil dan de paas gewoon geven aan de rand van de 16. Maar voor Topos, die hebben zich druk kunnen trekken. Rond de 16 meter. En nu proberen ze met een hele, hele verre bal door te geven. En dan kunnen we er goed aan. Wederom iets zou. Dat zou nog met de bal dan doorgeven. Want Schmid steekt dan door op de punt van de strafschop. Oh, strafschopstip te wachten. Maar dan heeft het Zouner toch één beweging te veel gemaakt. Bal is er voor de ziel in het. Maar dat was eigenlijk de allereerste keer dat hij het publiek in het Parkstad Limburg Stadion heel even een oe en een akkoord zeggen. Laten we hopen dat we dat dadelijk nog veel en veel meer gaan krijgen. Het seizoen Maarten is nog heel jong, maar Brian Smeets is nu al belangrijk voor MVV. Absoluut, en hij had bijna de 0-2 op de slof. Nu was het geen voorzet vanaf de rechterkant van Tim Segers, maar vanaf de linkerkant van Toenahan Taski. En die trok hem terug naar de rand van het 16 meter gebied. En het vizier van Brian Smeets stond iets te hoog. Hij heeft inmiddels de eerste corner van MVV genomen. Maar MVV speelt fris en verlegt nu het spel met Komans van rechts naar links. Dan komt Ferre Slegers daar met de voorzet richting Costons. En dan wordt er met man en macht verdedigd door Tsungi, die er weer een corner van maakt. En zo is het bijzonder slagvaardig wat MVV in deze wedstrijd laat zien. Vorig seizoen werd er met moeite gewonnen met 1-2. Kwamen de sterrendragers ook op voorsprong in de 21ste minuut door Jarne Steukers. En uiteindelijk de winnende treffer in de 50ste minuut van Nicky Soeren. Een doelpunt toen voor zijn opa die ziek was. Nu de tweede corner vanaf de linkerkant. Indraaiend Smeets. Eerste paal. En dan komt hij niet goed uit. Natuurlijk bij de mee opgekomen Osgur Aktas. We hebben hem bij Telstar ook heel vaak zien scoren. En corner nummer 3 is alweer een feit. Ja, Brian Smeets is toch wel belangrijk hoor. De eerste helft in de Cool. Die 1-3 overwinning hebben we hem amper gezien. Maar vlak na rust die twee snelle goals van MVV toen. Daar was hij heel belangrijk bij. En ook bij die penalty die ontstond. Nu de corner naar de tweede paal. Komans meegekomen om te koppen. En hij kopt hem over de achterlijn. Geweldige start dus van MVV. Het eerste kwartier in Dordrecht aan de Kromme Dijk zit erop. En het staat 0-1 door Smeets. MVV dus kort bij de 20-0. Voorsprong tegen Dordrecht. Sjors, VVV ook al kort bij een verdubbeling van die voorsprong tegen Jong Utrecht. Als ze dit niveau, wat ze nu aan spelen zien, vast kunnen houden, dan kan dat echt niet lang door. Want wat speelt VVV een heerlijk openingskwartier van deze wedstrijd. De passing is werkelijk weer perfect. Vuil naar de zijkanten. Ook lange passes, crosspasses die allemaal aankomen. En dan met heel veel gevaar van de vleugelspelers. En dat kan natuurlijk ook, want de hubs met Kouzidis wel aardig gaat lengte in de spits. En een hele balvaste spits is het ook. En tussen was er eigenlijk weer een hele grote kans. Dankzij zo'n voorzet. Alleen kon er just niet ingekopt worden door diezelfde Kouzidis. En Jong Utrecht, moet ik zeggen, is er behalve de ene corner wat ontstond na een kans van Mees Rijks nog absoluut niet uit weten te komen. Nu misschien wel, want dat was een slechte uittrap van Jan de Boer. Die kon bijna onderschept worden door Bleek van Jong Utrecht. Maar dat geeft wel aan dat er ruimte is nu voor VVV. Aan de linkerkant, Alouz, rand van de 16. Gaat er naar binnen trekken? Ja, dan wil hij natuurlijk naar die lange hoek zitten. Dat probeert er, maar dan wordt er goed.
goed geblokt door drie spelers van een jong FC Utrecht. Bal is nog steeds in de 16, want het is een rommeltje daar. En ondertussen heet Dan Mouquet de bal wel naar voren weten te trappen. Witte onnigens meest rijkste vinden. En zo heet opeens jong FC Utrecht de ruimte aan de linkerkant. Dus Akkerman nu overgestoken aan de linkerkant. En gaat er kijken of er een voorzet kan gaat geven. Dribbelt de 16 in, gaat naar de achterlijn. Shut hem richting doelman Jan de Boer. Maar scheidsrechter Michael Eigelsheim uit Oorschot. Die besluit dat de bal al achter is geweest. En zo is het gevaar geweken. Doeltrap voor VVV. Nou, wel een hele leuke openingsfase. Wie dat rood uit tegen Topos, Maurice? Nou, nog niet al te groot hoor. De eerste hoekschop van de wedstrijd. En dat is voor Topos. En dit is voornamelijk aan de rechterkant wat Rode JC toch wel gaat meuten. Het. Vooral met de steeds opkomende Pata Ilunga. Die had toch een aantal keren de rechtsback. Althans, die positie bleek later officieel op het papier bij Topos. Die kende een aantal keren echt zo over het middenveld herstijken. En door toch al zo straks met een shirt. Maar ook met een aantal vuurzetten geven. En nu, wederom, oh, wat hebben ze weer geluk bij Rode JC. Want het wordt de voormalige Rode JC-speler. Sander Lambrecht, dat er heel even binnen de 16 meter de bal iets te ver van zijn voet heeft gehad. En de Kusher Dodo niet echt op goal zitten. Maar er stond niks en niemand meer tussen hem, de bal en de goal in. Maar Roda had er weer geluk. Tweede hoekschop voor Topos. Gaat de bal nu weer komen. Het is een wegdraaiende bal. Twee man die onder de bal doorgaat. En dan is het gevaar geweken. Omdat ook Pavlidis er niet bij kan komen. Met Topos bleef voorlopig even in balbezit. Enigste kansjes wat Roda JC af en toe heeft gehad, is dat ze die Topos achterin toch wel slordig zit. Balverlies leiden. Dan een heel kort paasje geven. En dan kunnen de mensen van Rode sowieso straks Van der Heijden even ingrepen. Dan kent het tussen zitten. Alleen het vervolg van Van der Heijden, dat wordt niet groot genoeg. Dus als we moeten gaan kijken richting de kansen, dan zeggen we tot er voor Topos, ja, laten we zeggen, 2,5 kansen geweest. En voorlopig voor Rode nog niet. Nu misschien dan een hele verre bal door richting Zauner. Zauner rent hel. Hij rent heel hel. Maar niet hel genoeg om de bal binnen te houden, want een doelman van Topos Haverkotte leert de bal van de achterlijn gewoon, schermt hem prachtig af met het lichaam, zodat het Zauner van Rode JC dan maar bij kan komen. En dat is het dus een doelschop voor Topos. Vlijpig, nog altijd 0-0. Wat heb ik gespeeld? Dik kwartiertje hier in het Park Zuid-Limburg Stadion. Dordrecht tegen MVV dan, Maarten. Het is wat rustiger geworden na de 0-1 van Brian Smeets in de 12e minuut. Kansje daarna dus ook nog voor Smeets. Maar FC Dordrecht heeft nog steeds geen antwoord kunnen vinden op het goede spel van MVV. Maar niet te hard juichen. Nu achterin even terug naar keeper Matisse. En dan wordt er gejaagd door die nieuwe Oostenrijker Kriwak. De vervanger van Samuele Longo die naar Lamia is in Griekenland. En vorig seizoen 12 goals maakte. En de Oostenrijker staat nog steeds droog. Want de doelpunten dit seizoen werden gemaakt. De twee van Dordrecht door twee verdedigers. Tsungi en Hilton. Terwijl er nu gefloten is door Joey Kooi. Kan ik hem ook even noemen. De man uit Oost-Zaan, inmiddels 31. Schoonzoon natuurlijk van Frank de Boer nog steeds. Bezig aan zijn 99ste wedstrijd op eerste divisieniveau. Ziet dat MVV weer terugspeelt. Met een jagende Kriwak op Romain Matisse. Die kiest voor de lange bal naar Tim Segers. Bij de middenlijn kopt hij door naar Ferre Slegers. En dan krijgt Tim Segers hem weer terug. De combinatie, het driehoekje, bijna goed gelukt. En het is Smeets die uiteindelijk iets te hard die bal raakt. Hij kreeg hem van Segers. Wil Slegers wegsturen. Je zou bijna je tong overbreken. Maar het is in ieder geval een ingooi links achterin voor John Hilton. En dat is de man die bij Dordrecht over is gekomen van de amateurs van de Koninklijke HFC. Opmerkelijk dus. Een beetje een Walid Ulchik verhaal zoals hij teruggekomen is in betaald voetbal. Op het middenveld is het Lars Schenk die goed de middenlijn oversteekt. En is het Dordrecht wat geen vuist kan maken. En laten we hopen dat geen vuist maken heel lang gaat duren vanavond. Inmiddels leidt Cambuur met de 2-1 tegen Jong Ajax. En VVV staat er altijd voor tegen Jong Utrecht, Jos. In Worp van Simon Jansen aan de linkerkant gaat nu helemaal terug naar doelman Jan de Boer. En hier gaat het overzicht bewaren. Ook prima aan de bal. Het heeft er de afgelopen wedstrijd ook wel laten zien. Dat hij niet snel in paniek raakt als hier met zijn veu gaat moeten doen met de voetbal. En dat bleek nu ook weer. Want een goede opening aan de rechterkant bij Rutte. Die verkiekt zich een beetje op de paas en op de loopacties daar van Martijn Berde en Sierra. En daardoor is het balbezit op dit moment weer bij Jong FC Utrecht. Die toch altijd wel
wel gevaarlijk zien. Dat bewezen ze achter de vorige wedstrijd. VVV kwam redelijk vroeg ook op een 1-0 voorsprong. Maar op het einde wordt het nog 1-1. En de Zuus dat er ruimte kan ontstaan. Nu ook aan de linkerkant, rand van de 16. Is een Utrecht-speler en hij shut hem in de lange hoek. Gewoon binnenkant Paul. En in de rebound gaat er over het doel. Dat was een prachtig schot van Held. De linksback van FC Utrecht. Jong FC Utrecht. Die krulde hem werkelijk wel prachtig voorbij doelman De Boer. Maar gelukkig voor VVV bracht de Paul de redding. Ja, en dan zien ze het. Dit is nog zo ontzettend goed beginnen als wie VVV Venlo op dit moment heeft gedaan. In een counter trappen kan het zomaar verkeerd aflopen. Gelukkig is dat nog niet het geval. En is de stand na 22 minuten voetbal nog steeds 1-0 voor de Venloneren. Weer gescoord in Venlo, Jos. Ja, het is fantastisch om te zien wie VVV de wedstrijd totaal onder controle heeft en echt naar voren durft te voetballen. Dat was een geweldige combinatie. Het oogt heel eenvoudig aan de linkerkant tussen Simon Jansen en Alouche. En Alouche die besloot van redelijk wiet weg de veur zat te doen. En Levi Smans, wat toch echt niet de langste speler is, die kan perfect voor zijn maan en cup zomaar de 2-0 binnen. En dat is natuurlijk wel echt een heerlijke start voor VVV. Ja, dat is het zeker. 2 tegen 0 dus inderdaad bij VVV Jong Utrecht. 0 tegen 1 nog steeds bij Dordrecht en VV. Dat is allemaal mooi. Het is nog wachten op doelpunten bij Roda tegen Tobos, Maurice. Ja, en ik heb ze nog niet gezien, want dat is nog altijd 0 tegen 0. En eigenlijk is Tobos op dit moment, ik denk niet pien om het te zeggen, de betere ploeg in het Parkstad Limburgstadion. Roda kunt niet echt lekker het rood aan de bal. Het veld, ja, ze proberen het spel wat dat betreft heel erg klein te houden. Wat betreft de achterste linie en de voorste linie bij elkaar. Maar toch kan Tobos op het middenveld eigenlijk makkelijk combineren, makkelijk ballen geven. En steeds de rechterback van Tobos, die er altijd met alle gemaakt een verherkend goal. Het is dat die van Tobos niet heel erg scherp zijn, want anders hadden die echt al een doelpuntje gescoord. Dat moet natuurlijk niet. En dat zien we ook aan de coach in ieder geval. De van Rode JC Sibum is toch hier en daar wat aanwijzingen gegeven. Hij had ook voor hem gezegd iets weer de hoed trekken. Terwijl aan de andere kant is het de trainer Ruud Brood van Tobos. Ja, die ook wel aanwijzingen geeft. Maar dat zit toch wel dat zijn ploeg iets beter speelt. Ruud Brood, die in het seizoen 2012-2013 hier in Kerkrode trainer was. Volgde toen Harm van Veldhoven op. Dat was natuurlijk al een hele klus omdat Van Veldhoven het goed had gedaan. Maar uiteindelijk op 15 december. December 2013 worden toen al, ja, moest het Brood toch het veld ruimen. Dan 4-3 nederlaag tegen NEC. Ploeg wordt er na de rand nog trainer van geworden. Dus tot zover de statistieken van Brood. Dat noemen we met de hein in de ziestijd. Terwijl Bassibum op de iPad aan het kieken is met een van de analisten bij Rode JC. Want die hebben natuurlijk gezien dat het toch wel anders goed. Nog heet de klapper ook naar de andere terug. Daar zal dadelijk toch hier en door het geschoven moeten weren. Want de eerste 25 minuten staat Rode gewoon simpelweg niet lekker. Nu misschien een opboe vanaf de linkerkant. De linkerkant eigenlijk niet zo gek veel wordt gebroekt. Bijleveld. Weliswaar het duimpje omhoog stik omdat door Birode JC het Zauner instart. Het Zauner naar de linkerkant is uitgewikt. Want ze straks wordt het hele team de rechterkant die het sterkste wordt. Maar dat hebben ze even omgegooid. Want ja, dat had Tobos natuurlijk wel door. Nu aan de andere kant zien we dus dat door Kokolo en Dijk aan de rechterkant zijn. Hij kreeg de bal heel even bovenop de kop. Met een middeltrum doortikken. Geet over de zielinair. Maar Roda mocht toch inwerpen op de Tobos-Oost-Anik zitten. Die doen dat heel snel. Via Chic. Chic wordt dan even geduwd. Ah, joh, scheidsrechter. Hij wordt gewoon omver geduwd. Maar hij wil niet fluiten. Scheidsrechter overigens Mr. Vart, Paul van Boekel. Hij in ieder geval nu de fluit ter hand heeft genomen. Maar niet wil fluiten voor die overtreding op Roda JC. 25 minuten gespeeld. 0 tegen 0. 3 tegen 1 inmiddels bij Cambuur tegen Jong Ajax. En Eindhoven opent de score tegen NAC. Dan Dordrecht tegen MVV, nog altijd 0 tegen 1, Maarten. We zitten in de 28e minuut. Dan komt er een corner vanaf de rechterkant. Er beginnen wat scheurtjes in het overwicht van MVV te komen. Over het hoofd van Smeets heen. Gevaar nog niet geweken, want rand 16 meter staat aanvoerder Souray. Die geeft hem dan breed aan Zebaoui. En dan een schot in de linker benedenhoek. En dat is niet al te veel. Dat is niet een al te groot probleem voor Romain Matisse. Die een paar minuten geleden in de 25e minuut met de schrik vrij kwam. Toen de spits
de Oostenrijker René Kriebak vrij kon inkoppen op de rand van het 5 meter gebied. Mikte op de buitenkant van de paal. En dat was dus eventjes bijna de gelijkmaker. Nu aan de linkerkant komt MVV er niet uit. Ik zei het al, er zitten wat scheurtjes in het overwicht. En met veel geluk houdt daar Lars Schenk een ingooi over. En mag MVV eventjes rustig gaan ademhalen op de eigen helft. Zou natuurlijk wel geweldig zijn, hè? De tweede wedstrijd ook weten te winnen. Roda is de enige ploeg die alle punten tot nu toe gepakt heeft. En dan heeft MVV straks ook 6 uit 2. Maar zover is het nog lang niet. Het Dordtse publiek gaat erachter staan. MVV trekt zich in dat schitterende paars helemaal terug op eigen helft. En gokt op de counter die er nu komt met Costons. En dan wil die Smeets wegsturen halverwege de helft van Dordrecht. Is de paas met de buitenkant rechtervoet helaas niet zuiver genoeg. Even een moeilijke fase rond het half uur voor MVV. Met nog steeds die voorsprong van 0-1. En 2-0 voor VVV tegen Jong Utrecht, hè, Jos? Ja, dat is natuurlijk een heerlijke start van de Venloneren die op dit moment al hun 8e corner gaan nemen. Dat geeft wel aan wie ontzettend goed dat ze aan het speulen zien. En die corner werd kort genomen. Gaat nu terug naar Martijn Berde. Die slingert hem binnen. Kum Kadela, ja, met zijn 2,6 meter. Kan die een hoge bal wel uit de lok plukken. Maar eigenlijk best wel een grappig beeld. Dus Joep Kluskens is misschien wel de kleinste speuler van VVV. En hier wel in een direct duel op een hele hoge bal. Met dezelfde doelman van 2,6 meter. Dat waren best wel een Koldriek beeld. En het grappige was dat Kluskens het duel ook nog eens wist te winnen, waardoor dat de corner eruit kwam. Dus de zuurste met lengte zo niet altijd alles. Overwicht, dat is wel heel belangrijk, zeker in deze wedstrijd. En dat heet VVV absoluut. Ik moet zeggen, het is fijn voor de neutrale toeschouwer. Ik denk niet dat hij er hij zien overigens. Maar dat Jong Utrecht er af en toe toch wel uitkomt met die snelle boetespeulers. Die jonge jongens die natuurlijk allemaal wel een begaafd zien in hun techniek. Dat hult het wel spannend, want er is er zeker ruimte voor de ploeg van Jong FC Utrecht. Want als dat niet zou zien, ja, dan zou het wel een heel eentonig verhaal kunnen gaan worden. Want VVV Venlo is zo sterk op dit moment. Na een half uur spelen, een fijne voorsprong van 2-0. Roda Tobos. Bijna een kans voor Roda JC die uiteindelijk een kans ging weren. Olcik had door fantastisch de bal aangepakt op een meter of 26 moeten de 16. Dredde vrij en wou toen het dieptepaasje grijpen op Smit. Alleen dat dieptepaasje was net niet groot genoeg. Smit liep al groot, maar kwam net niet aan. En dat was natuurlijk heel erg jammer. Zeker voor de 7631 toeschouwers die vandaag op deze wedstrijd zijn aangekomen. En dat zijn er toch wel weer een flink aantal meer dan vorig seizoen. Die hier toen ook altijd te trouw in het Parkstad Limburg Stadion zoten. En dan zussen wat twee hele goede wedstrijden door. Laten we hopen dat Roda JC in ieder geval deze derde wedstrijd er ook gaat kennen van bakken. Want die eerste helft is niet al te bijster. Ik heb wel weer een corner voor Topos. Dat is al de derde corner tegen nul corners voor Roda JC. Corner gaat nu weer komen bij Topos vanaf de rechterkant. Via Van Leeuwen. Van Leeuwen gaat de bal voor. En dat is een kubbal. Precies op de stip van de 11 meter. Maar de bal ging gelukkig recht in de hand van Koen Bukker. Koen Bukker, die hebben in ieder geval op het doel nog deden een foutje hebben kunnen ontdekken. Want hij koos heel makkelijk de bal. De kubbal van Doemtsios onderscheppen. En dat Doemtsios toch iets meer naar links of naar rechts had gekupt, had dat gevaarlijk kunnen worden. Maar Bukker pakte hem heel makkelijk met twee heen. Nu hier vanaf de linkerkant. Linkerkant Rode in balbezit. Want ze doorkomen via Bijleveld. Bijleveld tikt de bal dan richting het centrum. Dat kunt er dan net niet aan. Ja, eigenlijk steeds een beetje datzelfde beeld bij Rode JC. Tot en met de 16 meter. En dan is het balverlies. En gij Topossen weer heel snel tussen. Oh, dat is ook weer een hele gevaarlijke bal. Dat precies zo midden in de bij Doemtsios. Komt hij Doemtsios lekker naar terug. En dan is het dan een vertreding. Nee, dat is geen vertreding. Rode heeft geluk. Want op de rand van de 6 wordt het een vertreding. En daar kunnen ze nu van profiteren. Nu moet Rode roet via Kongolo. Kongolo, de loop heel snel. Geeft een prima pas. Nee, hij geeft een prima pas. Net één op Smit. Hij geeft hem aan de boetekant. Terwijl Smit dacht dat de bal aan de binnenkant ging komen. Zodoende koos de doelman van ons Haverkotte 3 meter vooruit lopen. En de bal heel makkelijk pakken. En zo zussen nog een half voor voetballen, komen toch het kleine, halve kenskens en Utrecht ballen die een kans zouden kunnen weren voor Roda JC. Het geeft gaat beter. Niet veel, klein beetje. Maarten, wat is je eerste indruk van de nieuweling Taski bij MVV?
Ja, heel ijverig is hij. Hè? Het komt natuurlijk ook uit Nijmegen, misschien dat dat nog scheelt. Maar hij werkt zich een slag in de ronde. Hij werkt zich een slag in de ronde en hij is klein en vaardig. Hè? Dus we hoorden Andries Jonker nog zeggen in Studio Voetbal dat Ajax veel lange spelers heeft en dat daardoor het spel anders wordt. Nou, met die kleine Tuna heb je veel wendbaarheid aan de linkerkant. En hij durft ook zijn plek te verlaten, terwijl nu de bal achterin is bij Antef Tsungi. En dan wordt er gejaagd door Brian Smeets. Gaat Ferre Slegers aan de linkerkant erachteraan. Die heeft dan even van positie gewisseld met Taski. En dan is het toch Dordrecht wat in de as van het veld eruit komt. Smeets kan daar niks aan doen, maakt mij dan een overtreding. En Zebaoui aan de linkerkant het 16 meter gebied in. En dan wordt hij binnengetikt door die Oostenrijker Krivak. Maar kan ik dat allemaal rustig zeggen? Want het is voor de vierde keer in deze wedstrijd dat Dordrecht buitenspel staat. Uitstekend gezien daar door de assistent scheidsrechter Robin Jansen. En die komt trouwens ook uit Nijmegen. Misschien dat dat er nog iets mee te maken heeft. Maar het is ook de verdediging van MVV die uitstekend durft op te schuiven. Vrije trap mag nu genomen worden door Romain Matthijs. En het is logisch in mijn ogen dat Ryan Boufrahi niet speelt in plaats van Tunahan Taski. Slechte trap van Romain Matthijs. Dat maakt allemaal niet uit. We hebben een aantal moeilijke minuten gezien voor het doel van Matthijs. Maar die zijn alweer een aantal minuten geleden. Het is nu Dordrecht wat in een veel te laag tempo probeert een antwoord te vinden op de 0-1 achterstand. En dus geen gevaar op de helft van MVV. Ja, er komt veel goeds uit Nijmegen, maar ook goed Venlo, Jos. Laat ik het zo zeggen. Simon Jansen, die kunnen we ook echt goed, Venlo. En dat is wel echt een speler wat me heel erg positief opvult aan de linkerkant. Er staat opgesteld als linksback. Maar het is wel iemand wat heel veel met naar voren gaat. En samen met Alouche aan die linkerkant zien ze gewoon levensgevaarlijk voor de defensie van Jong FC Utrecht. Het is de zesde keer dat ze tegen elkaar spelen. Jong Utrecht en VVV. Twee keer wordt het geleek. Eén keer wist Utrecht te winnen. En drie keer won VVV. Ja, en het moet toch wat mij betreft, ook al zit het nog in de eerste helft, het moet toch wel echt raar gaan lopen als VVV niet voor de vierde keer gaat winnen. Zeker niet. Nu met een lange bal naar voren. Oh, werd weggestoken, wou ik zeggen. Maar dat wordt de doelman Gadella, wordt er schus op tiet. Want anders wordt het nieuweling Sierra. Dat is wel al de derde wedstrijd wat er speelt. Maar dit seizoen is er nu. Wordt dan helemaal alleen voor de keeper gekomen. Maar helaas ging dat niet door. En is de bal weer snel aan de andere kant. In de 16 van VVV is het altijd even goed kijken. Maar Alouche deed dat ook. En die trapt de bal weg naar voren. En zo is het gevaar weer even geweken. Het ging daar heel snel op en neer. Het enige slechte nu is bij de uitbraak van Sierra dat hier op de grond is gaan zitten daarna. Er greep eigenlijk al meteen naar zijn hamstring. En dan is er ook nog eens jarig vandaag. Er werd 22, Kump uit Hasselt en is van Heracles Almelo gekomen. Zou toch wel een heel slecht verjaardagscadeau zien als er geblesseerd het veld moet gaan verlaten na 34 minuten. Verzorger is erbij, het spel ligt stil, want verzorging is er dus voor Elias Sierra. Roda tegen Top Os. Maurice had zojuist al verteld dat Paul van Boekel de scheidsrechter is. We hebben 5 dagen geleden nog assistent VAR bij de WK-finale in het vrouwenvoetbal tussen Spanje en Engeland. Dat betekent wel dat er al wel snel terug is. Hè? Geen last van de jetlag blijkbaar. Ja, en dan wordt gelukkig VAR, dus daar hou ik een luppenstif op van de Spaanse voorzitter. Hè? Die hem natuurlijk door niet in dat hockey kunnen opzoeken. Ja, inderdaad, is wel heel snel terug. Maar een beetje verwonderd inderdaad. Want dat Paul hier inderdaad de fluiterhand neemt. Goed, verluip ik, is er niet erg op een foutje te betrappen. Maar ja, dat kent toch niet. Het is natuurlijk in de VAR altijd. Het hele shirt, Roda, doelpunt! Haha, eindelijk doelpunt voor Roda. Terwijl we van Paul van Boekel aan het moeden zit, is het Nemes Angus dan Old Cheek. De dood met een afstandsshirt, want dat hadden we nog niet gezien van de speler van Roda JC. De ondertussen al 2 keer gescoord uit deze competitie. En vandaag hij al zijn derde doelpunt maakt, is het met nog 6 minuten te gaan. Tot en met het fluitsignaal, het pauzesignaal, is het door eindelijk 1-0. De kushandjes komen door. Het is niet echt een kans. Hij kreeg de bal goed in de 16. Wat zal het zijn? Een meter of 98. Houdt fantastisch met rechts uit. Bal wordt nog heel even aangeraakt. En daardoor worden onbereikbaar voor doelman Haverkotte. Rode JC op voorsprong. 4 minuten nog te gaan in de eerste helft. 1-0 op het scorebord. En zo staan ze alle 3 op voorsprong. VVV met 2-0 tegen Jong Utrecht. Roda dus met 1-0 tegen Top Os. MVV leidt nog steeds in Dordrecht. 1-0, Maarten.
Maar wel een zijde draadje net. Een voorzet van linksbuiten Zebaoui. En dan gaat er een teenlengte tekort komen daar bij spits Griwak om hem binnen te tikken. Maar de hele verdediging, met name het centrale duo Aktas en Komans, was uit positie gespeeld. Gelukkig deed MVV daarna nog wel iets terug met een lage schuiver van Toenahan Taski, de debutant en meteen basisspeler bij MVV. Ja, dat is toch wel even lastig zo vlak voor de rust. Dat MVV iets te veel de teugels laat vieren. Nu aan de rechterkant is het Aberkane, de rechtsback. Stuurt dan zijn collega weg. En dat is Rocco Schein. De Est haalt daar een corner uit. Vanaf de rechterkant is dat corner nummer 4 voor Dordrecht. MVV heeft er 3 gehad. En als we gaan kijken naar de kansenverdeling, zijn er voor beide teams 4 mogelijkheden geweest. Heeft MVV 2 keer op het doel geschoten. En 1 keer in de 12e minuut schitterend. Raak. Snel genomen die corner. Nu de voorzet richting de tweede paal. Niemand kan daar gelukkig bij. Maar die bal die blijft uiteindelijk nog binnen. Wordt daar binnen gehouden bij de hoekvlag. En dat betekent dat Tim Segers rechtsachterin moet opletten. Ervoor zorgen dat er geen voorzet komt. En dat doet de rechtsback van MVV uitstekend. Gaat Dordrecht even terug naar die Amerikaan. John Hilton, de linksback. Die het spel verplaatst naar de rechterkant. Aberkane met de hoge bal. En dan is dat een prooi voor Romain Matthijs. Daar kunnen we gewoon op rekenen. Komt ver zijn doel uit. Pakt die bal in de 43e minuut. Nog 2 minuten officiële speeltijd met die 0-1 voorsprong. Ja, wat een kans voor VVV zojuist, Sjors, tegen Jong Utrecht. Dat kunt ze wel stellen, Max. Want aan de linkerkant waar het Martijn Berde die schoot op doel. En er kwam voorbij doelman Gadella. Maar voor de tweede keer deze wedstrijd wordt een bal die al voorbij de doelman was alsnog gered. Ene keer waren het een eigen speler. En deze keer, ja, dat was toen Kluskes. En deze keer was het verdediger Wessel Kooi die de bal van de doellijn wist te redden. En daarmee ook Jong FC Utrecht nog een heel klein bitje in deze wedstrijd hult. Want het zijn nog steeds 2-0. En Alouche is weer er vandoor samen met Simon Jansen. En deze maakt echt een schitterende poging op doel. En die ging rakelings voor de paal langs. Maar wat hebben die een plezier met z'n tweeën. Alouche en Jansen. Dat ziet er zo organisch uit wie die elkaar op korte afstanden weten te vinden. En ze zien werkelijk hoe een plaag voor de verdediging van Jong FC Utrecht. En zo is er dus helemaal niks aan de hand. Hij in Venlo na 43 minuten spelen. De stand nog steeds 2-0. Maar eigenlijk is het gewoon wachten op de 3-0. 3-2 inmiddels bij Cambuur Jong Ajax. Cambuur Leiden met 3-1. Jong Ajax doet iets terug. Doelpuntrijke eerste helft wat dat betreft in Leeuwarden. Gaat minder doelpuntrijk. Birola Top Os. Maar Maurice wel de band gebroken. Hè. Ja, eindelijk en ook meteen de sfeer hier in het stadion. De supporters die toch een beetje ingekakt worden hier. Omdat Roda natuurlijk niet het beste van het spel had. En dan zuster zo'n man, Walid Ochik. Die dan met zo'n prachtig doelpunt van rechts door dat bal in één keer erin kult. Had al een fantastisch doelpunt gemaakt in het openingsduel van deze competitie tegen Helmond Sport. Dan had hij dat ook al gedaan. En ja, hij had zelf al aangegeven van ik heb dat eigenlijk een beetje bij Volendam geleerd. Daar heb ik Velden op getraind, onder andere met Wim Jonk, ook een man met een fantastische traptechniek. En hij heeft samen met hem, met Olcik, de fantastische traptechniek nog een beetje biegeschaafd. Gebeurt na een training, is de rest naar binnen gegaan. Toch nog even het belnummer. En de zus ook, het durven te shaten. Want dat zus in het hedendaagse voetbal toch vaak nimmer jongens die dat gewoon durven. Tussen 2-3 andere spelers in, even een metertje ruimte geven. En dan boem, bats, knallen met de rechtervoet. We zouden het sauna zo straks ook wel een keer doen. Maar dat is dan ja, net het minder. Van een zit er. Nee, dit is. Deze jong, dat kent Rode JC heel veel goed zin dat ze hem hebben binnengehold. Rode JC die overigens nog het azen zin om het geld wat ze binnen hebben gekregen vanwege de verkoop van doelman Rody de Boer. Alhoewel verkoop, ja, ze hebben hem weggedoen, maar ze hebben natuurlijk ook het salaris nemen op de loon die stond. Daardoor hebben ze geen extra geld. Ze zit misschien wel op Suiknoord, toch wel weer een nieuwe keeper. Maar dan voornamelijk een keeper die als tweede keeper zou moeten gaan gelden hier in Kerkrode. Ja, daarmee zouden weer Luc Hamers, die Jong uit de eigen streekje, dan werkt het meer concurrentie moeten gaan kieken. Luc Hamers zei een van de laatste competitiewedstrijden vorig seizoen tegen onder andere Zwolle wel in het doelstel. En dat toch niet heel erg onaardigheid. Maar goed, zo gaat het in het voetbal. Meerdere posities, meerdere mensen die ze wilt hebben. En ze zien op Suik nou in de midden.
Maar doorzien op dit moment, wat ze er op het oog voor hebben, de financiën op dit moment nog niet toereiken. Dus er zal tot en met de transfermarkt meer geld moeten komen. Of misschien moet er een boetekensje komen dat er bij een andere ploeg immers is. Daardoor wordt het net goed veel en dat er net een betere cup. En dan kent Roda, net zoals je vaak de andere Limburgse ploegen door net nog hebt van profiteren. Nu een pittige overtreding, althans Mr. Varg van Boekel zei dat het geen overtreding is. Maar een van de jongens van Roda IC bleef toch wel liggen. Nu heeft Van Boekel gefloten, maar hij had er toch ingezien dat deze blessure in ieder geval vrij ernstig is. Ik kan even niet zien wie het is, maar volgens mij is het Schmid die door even onhengig tegen zijn tegenstander is opgelopen. Kijk op de klok. 15 seconden officieel te spelen. Maar dat gaat het bijkomen, want op dit moment ligt het spel hier in het Parkstad Limburgstadion stil. En het publiek kent hoofd niet op het veld te kijken, maar die kennen gewoon het scorebord kijken. Want er staat een prachtige 1-0 voor Roda. Hoe nou nog tot de rust bij Dordrecht NVV, Maarten? We zitten in de 1 minuut extra tijd. 0-1 de voorsprong, maar wel een vrije trap vanaf de zijkant. De linkerkant bij het 16 meter gebied. John Hilton, de Amerikanen linksback, staat erbij. Ik weet niet of hij hem gaat nemen. Eens even kijken wie hem wel gaat nemen. Hij wordt in één keer over het doel gedraaid. En dat gebeurt dan door Gilo het Zand. De huurling van Feyenoord onder 21. Maarten, we gaan even naar Venlo toe, want wat is toch gebeurd, Jos? Nou, ik kan niets meer zeggen dat het wachten op de 3-0 is. Want dan zal ze toch zien dat de goden dicht tegen zich keren. En het is toen met 3-1 geworden. Een corner, de derde corner van Jong FC Utrecht. In de blessuretijd van de eerste helft. Moet zeggen, wel een hele fijne corner. Maar dat linksback held, de held wordt dus van Jong FC Utrecht wellicht. Dat had ik niet zien aankomen. Zeker niet als er tussen die lange mannen staat. En de jonge speler Rikson. Ik kom even niet zo snel. Najee. Hier held, dat wou ik nog aan het zoeken naar zijn voornaam. Hier heet opeens, op slag van rust, toch een sprankje hoop gebracht bij de spelers van Jong FC Utrecht. Want tegen de verhouding in is er een aansluitingstreffer gekomen. Is stand 2-1 en nu gaan we de kleedlokalen opzoeken. Dus ik ben benieuwd wie het dadelijk weer gaat, na een kwartier. Terug naar jou Maarten in Dordrecht. Ja, hier is het afgelopen en gelukkig leverde die vrije trap van Dordrecht in die extra minuut speeltijd niks op. Het eerste kwartier van MVV uitstekend. Mooie goal van Smeets op aangeven van Tim Segers in de 12e minuut. 2 minuten later had het 0-2 kunnen zijn. Dat ging niet door. Maar ook de ontsnapping in de 25e minuut. Die kopbal van Oostenrijker Kribak net naast het doel van Romain Mathies. En dat kwam omdat MVV na het eerste kwartier wat goed was de teugels liet vieren. En dat betekent, dat heeft zich doorgezet in de eerste helft, dat deze wedstrijd nog niet gespeeld is. 0-1 de voorsprong bij rust. Het kan nog wel eens gaan donderen in Dordrecht. Rust in Dordrecht, rust in Venlo. Ook al pauze in Kerkrooi, Maurice. 2 minuten zijn de RB gekomen en die zijn volledig 120 seconden uitgespeeld. En Van Boekel wist nu naar de catacombe. Allemaal naar binnen, lekker aan de thee. En de thee zal voor Rode JC in ieder geval het beste smaken. Want die stond met 1-0 voor. En als we nu op de virtuele stand kijken, zien we dat Rode JC nog altijd boven en kop staat. Maar goed, dat moet natuurlijk straks naar de volgende 45 minuten nog altijd zo zijn. Want dat is natuurlijk het doel van dit Rode JC. Wat naar de treffer toch een heel ander spel te zien dan dat ze, zouden we zeggen, de eerste half uur in petto hadden voor het publiek hier in het Parkstad Limburgstadion. Ja, rust dus op de velden in de keukenkampioen-divisie op dit moment. Laten we beginnen in Doetinchem. De Graafschap FC Emmen 0-0. Dezelfde stand bij Den Bosch tegen ADO. Dordrecht MVV. MVV leidt met 1-0. Eindhoven NAC 1-1. Roda staat dus voor tegen Top Os, 1-0. Cambuur, Jong Ajax, spectaculaire wedstrijd tot nu toe. Cambuur leidt met 3-2. En de VVV staat voor tegen Jong Utrecht, 2-1. Maar hij kreeg wel vlak voor rust die tegentreffer te voortduren. Dus ja, het zal op alle velden nog wel spannend gaan worden in de tweede helft. Dat is er natuurlijk wel. Maar die spanning zal gezien de kleine marges alsmaar verder oplopen richting het einde van de wedstrijden toe. Sport met Max van den Boren.
Goedenavond, welkom terug bij Erling Sport. Het is 8:58 geworden op deze vrijdagavond. Een mooie vrijdagavond voor Limburgse voetbal tot nu toe. Want de drie keukenkampioen divisieclubs, dat is een heel woord om dat in één keer uit te spreken, die zijn allemaal voor Roda, VVV en MVV. MVV op bezoek bij Dordrecht, Roda tegen Top Os en VVV tegen Jong Utrecht. Maar de marges zijn klein, de ploegen hebben het ook niet zo heel makkelijk vandaag. Dus genoeg spektakel, genoeg spanning zo meteen in de tweede helften. We gaan beginnen met ons rondje langs de velden in Venlo, VVV Jong Utrecht. Sjors Lemmens is al verslaggever. Sjors, de tweede helft inmiddels op het punt van beginnen. De eerste engelbewaarder nog op een 2,5 meter van dan door de box schallen. Dus dat kan me één ding betekenen, dat alle spelers nog op het veld staan. En dan heb ik het over de wisselspelers. Want de hoofdrolspelers van de eerste helft, die zien nog niet te bekennen, hij zo. Dus dat liet nog even op zich wachten. Dan wachten we nog eventjes rustig af. Ja, dat is een lange trap als Sjors daar zo af motten. Ja, naar onder gaat gelukkig wel altijd gaat sneller dan dat ze weer naar boven motten. Zeker na de 90 minuten spelen. Terwijl de spelers van Jong FC Utrecht nu wel enthousiast het veld opkomen gerend. Ik kan me voorstellen dat die wel enige boost hebben gekregen van de aansluitingstreffer in de blessuretijd van de eerste helft. De trappen van Dordrecht, ja, zijn die er überhaupt maar richting het veld? Ik geloof het niet, hè? Dat is allemaal gelijk vloers daar. Allemaal gelijkvloers in het Matcho-Hollick Stadion. Ik zeg altijd liever de Krommendijk. Dat is bij de supporters beter bekend. We moeten nog even wachten op de beide teams. Maar het is wel leuk om te constateren dat die 0-1 stand door die goal van Smeets een doelpunt is. Na 8 jaar, 3 maanden en 25 dagen dat hij weer eens een keer scoorde voor MVV. Want dat deed hij ook voor het laatst op 1 mei 2015 tegen FC Den Bosch. Smeets dus de enige die gescoord heeft hier. Ik ben benieuwd of Dordrecht gaat wisselen. Als ik Maurice Verberne zou zijn van MVV, zou ik het zo laten staan. En dan weer net zo goed starten als in de eerste helft. De spelers inmiddels op het veld, zoals althans ook die van VVV. Ja, ze is dan de herrie, zou ik bijna willen zeggen, is weer gestopt uit de boksen. En dat kan dan maar één ding gewoon betekenen. En dat is dat de tweede helft op dit moment van start gaat. Nadat FC Utrecht twee wissels heeft doorgevoerd. Het is doelpuntenmaker Nadjir Held, wat naar de kant is gegaan. Evenals de nummer 10, El Argui. Die hebben plaatsgemaakt nu voor twee nieuwe spelers. Dan ga ik dadelijk even snel kijken welke namen bij die nummers huren. Is het vooral belangrijk om te wachten op het fluitsignaal. En dat is nu geweest. De lampen op de tribunes gaan uit. De lampen op het veld, die branden natuurlijk nog heel fel. En de tweede helft is hij van start gegaan. Tweede helft is ook begonnen bij Dordrecht MVV, Maarten. Nee, want Joey Kooi moet nog komen opdagen. Heeft een wedstrijdbal in zijn handen. Ziet nu, terwijl hij het veld oploopt, dat er al eentje op de stip ligt. En daar staat Brian Smeets. Want MVV mag gaan aftrappen aan het begin van de tweede helft. Iedereen moet nog even kijken naar de scheidsrechter. En dan kunnen we beginnen met een ongewijzigd team van MVV. En ook geen wissels bij FC Dordrecht. Voor het laatst werd er met 0-1 gewonnen op 23 april 2021. Toen een goal in de 90ste minuut van Blummel. Nu staat het 0-1 door die bal in de 12e minuut van Smeets. En moet MVV eventjes zorgen dat ze goed beginnen. Wie is het begin van de VVV Jong Utrecht, de tweede helft, Sjors? Ja, dat is nog een wissel eigenlijk te groot. Want de nieuwe linksback van FC Utrecht is Björn Hertli. En dat zegt zich waarschijnlijk natuurlijk helemaal niks. Maar die is teruggekomen van Manchester United. En dat is dan toch altijd wel een opmerkelijke transfer. Dat speelde wel eens hoe bij de jeugd. Maar het is toch interessant dat hij nu in de keukenkampioen divisie te vinden is. En hij de tweede helft dus voor Jong FC Utrecht gaat spelen. VVV, die wil in ieder geval weer zo beginnen als ze in het begin van de wedstrijd zien begonnen. Namelijk met vuil druk via de flanken. Want daar lag de ganse eerste helft het gevaar. Zeker aan de linkerkant. En met Simon Jansen en Alouche. Die twee kosten voor vuil gevaar zorgen met die voorzetten. En twee maal wordt er doel getroffen dankzij een kopbal. Ene keer van Rick Ketting en ene keer was het van Levi Smans. Is het VVV nog steeds in balbezit nu op de middenlijn. En de bal gebeurt nu naar de linkerkant gespeeld. Weer Alouche. Weer de ruimte is er. Die dreigt weer naar de binnenkant. Hij wil zoekeren naar binnen en in de lange hoek te trappen. Maar dat weet Jong FC Utrecht ook. Want die stonden altijd met Drijman voor paraat. Dus ik denk dat het er beter aan deed om eens een keer boeten hem te gaan. Want daar anticiperen de verdedigers van Jong FC Utrecht wel minder op. De bal zit nog steeds bij VVV. Dat is een hele goede lange aanval. Nu is het spul zich verplaatst naar de rechterkant. Martijn Berde, voorzat, kan terug
terug gelaag worden. Komt daar Kouzidis, komt daar Schusnedan. Daar was bijna een kans voor de Griek. De bal werd hoog weggetrapt, een beetje rommelig. Maar toch is het meest Rijks wat de bal naar voren weet te trappen. Maar enige miscommunicatie daar met invaller Van der Haar zorgt ervoor dat de bal nu weer terug bij de boer is. De lange bal naar voren trapt. En zo hebben we de eerste 2,5 minuut van de tweede helft erop zitten. En de stand nog steeds 2-1. Tweede helft inmiddels ook begonnen. Inge Kruij, B. Maurice Jesse, Roda Torbos. Jazeker, hoe we weer Roda hebben gezien dat ze niet met de elf dezelfde mannen verder gaan van in de eerste helft. Want we zagen al dat op het einde van de eerste helft er extra blessure die bij getrokken is vanwege de blessure van Schmid. En Schmid is achtergebleven in de kleedkamer. En voor hem erin gekomen is toch wel het talent van Bleierheide, namelijk Bangura. En de zoog ze nog meteen, want de jongen moet groeien al tot in het publiekslieveling. Want toen de lui zogen dat er aan de ziekenklok stond en dat het bord omhoog ging met nummer 27, hoorden ze heel veel gejuich hier van die ruim 6000 man in het stadion. Want ja, dat is toch wel een man die ook al in de eerste wedstrijd tegen Helmondsport meteen inviel en ook meteen een doelpunt scoorde. En nu heeft er de bal er ook door gekregen. Bangura aan de linkerkant zet daar heel groot de ruk, of beter gezegd de voet tegen de tegenstander. Schermt de bal prachtig af. Applaus van de tribune. En nu komt dan die actie. Komt dan de voorzet richting Bangura. Bangura op de penalty stip. Kreeg de bal net niet. Maar het was een prima voorzet vanaf de linkerkant. Daardoor wordt gegeven door Congolo. Maar helaas niet genoeg door Bie gekomen. Goed afgedekt. Dus kunnen we ook concluderen dat de Bangura precies dezelfde plaats in Numb en Schmid. Gewoon in de punt van de aanval. Dat belooft dadelijk het. Zeker als ze richting de eigen fanatieke aanhang van Rode JC spelen. 1-0 op het scorebord. Tweede helft. Leuke tweede helft. Daar komen we aan beginnen. Dordrecht MVV dan, Maarten. 49e minuut loopt, aanval door het midden. Soeren stuurt Taski weg via Smeets. Bijna Costons gevonden in het 16 meter gebied van FC Dordrecht. Goede start dus deze tweede helft. Behalve een paar minuten geleden een terugspeelbal van Aktas. En die had niet goed gezien waarom Mati stond. Maar dat liep gelukkig goed af. Nu weer voorin Costons breed naar Soeren. Soeren kan er niet bij. En dan neemt Smeets het over. Goede voorzet richting de tweede paal. En dan is er geen mogelijkheid voor de kleine Tuna, oftewel Taski, om te koppen. Maar is het wel zo dat Abdallah Aberkaan dat heel erg gevaarlijk vindt en de bal een beetje onnodig over de achterlijn tikt. Vijfde corner voor MVV in deze wedstrijd. En even de statistieken van de eerste helft. Dordrecht heeft 11 keer geschoten, maar 1 keer op het doel. En MVV 6 keer geschoten, 3 keer op het doel. 0-1 nog steeds de tussenstand. Taski aan de linkerkant maakt een overstapje bij de bal. Doet net alsof hij die corner met Slegers kort wil nemen. Gaat dan nu toch lang richting de tweede paal. Bijna daar Aktas. Hij timed net verkeerd, komt iets verkeerd uit en kopt hem naast het doel van FC Dordrecht. Balbezit aan het begin van de tweede helft voor MVV, zoals we dat gezien hebben aan het begin van deze wedstrijd. Dus is er even geen wolkje aan de Dordrechtse lucht voor MVV. VVV tegen Jong Utrecht. Zoals ja, Jong Utrecht, dat scoort dan vlak voor rust. Daar trekken ze die lijn dan ook door in het begin van de tweede helft. Ja, absoluut hetzelfde spelbeeld. Mees Rijks knalt op het doel. En de woesten van Jan de Boer voorkomen zelfs de 2 tegen 2. Het is VVV Venlo wat het betere van het spel heet. Zeker als de Kieks nou een balbezit. En ook schoten op doel en schoten in het algemeen. Maar vergeet niet het gevaar van Jong FC Utrecht. Met name op de counters. In de eerste helft hebben ze natuurlijk ook al een bal midden op de paal werd te trappen. En een kopbal ging in het doel. Dat zien natuurlijk ook twee hele gevaarlijke momenten. VVV heeft weliswaar meer gevaarlijke momenten gehad. Maar ook maar twee doelpunten. Dus het is nog zeker niet gespeeld. En moet VVV altijd blijven uitkijken voor die gevaarlijke counter. Nu ook weer Jong FC Utrecht aan de bal. Op de helft van VVV is dat dreiging. Aan de rechterkant is de bal naar Akkerman. Die slingert hem voor. Gaat wel over Rijks heen in dit geval. Maar Martijn Berde wordt er niet helemaal gerust op. En die kopt de bal zomaar over de zijlijn. Kinder ingegooid worden door Hartley. Hartley is aan het wachten en geeft de bal dan aan Akkerman. Krijgt hem terug op de rand van de 16, ter hoogte van de 16. Mooie combinatie dan met Bleek. Die verluistert de bal bijna. Maar de bal blijft hem zitten van FC Utrecht. En dan komt er nu een afstandsschot. En die wordt gevangen door de boer. Het afstandsschot van Yannick Leliendal. Maar gelukkig door het midden. En daardoor
was dat niet echt goed gevaar. Maar dat was wel een langere periode van balbezit voor jong FC Utrecht. En dus enige dreiging. En VVV komt er even gewoon niet mee uit. Want ze probeerden uit te verdedigen. Maar de balbezit is alweer voor de talenten van Utrecht. Die nu gaan opbouwen. Dus ik ga nog heel even kijken of hij gevaar uit gaat komen uit deze aanval. En daar ben ik benieuwd of scheidsrechter gaat fluiten. Ja, wat een ingreep was er van Alouche. Dat had ruimte opgeleverd voor VVV. Maar scheidsrechter Eigelsheim besluit hem daarvoor te fluiten. En zo is balbezit inmiddels weer voor jong FC Utrecht. Stand nog steeds 2 tegen 1. Maar het is wel wat gevaarlijker voor VVV op dit moment. Ik hoor het oes en aas, Maurice, vanuit het stadion van Roda. Ja, want het wordt binnen Bangura daar door de 2-0 kon scoren. Bangura, de aarde is echt op zoek naar een doelpunt voor Roda JC. Het is echt een toegevoegde waarde in de tweede helft. Nee, dat speelt niet groot hoor. Maar de merk dat er nu wat meer flowvuur in kunt met Hub. Die kregen een fantastische bal aangespeeld. Onder andere door Olcik. Door de bal heel goed gof. Daar kwam er nog net niet goed lekker bij. Maar toen worden er een voorzet vanaf de rechterkant. En dat had er, en als ik heel kritisch ben. Ik ben fan van hem, nu al na 3 wedstrijden. Maar ik had kritisch moeten zien, dan had er hem erin moeten leggen. Want hij koos helemaal vrij met de rechterkant van de zinnenvoet, koos je de bal de hoek moet zeuken. En een zeuk neven de Paul uit, anders was het hij al 2-0 geweest. Maar het publiek merkte het ook hier. Dat zijn de mannen, de komt ze voor naar het stadion. Dat soort mensen wil ze hier zien. Misschien niet technisch altijd even groot, maar een bepaalde gedrevenheid. Nu is er zelf Bangura aan het midverdedigen. Ja, dat deed dan niet zo handig, want hij liet de bal van de pantoffel afglijden. Waardoor nu halverwege de helft Top Os en bal bezit. Top Os gaat dan even door met de bal lopen. Want ze kieken worden dan hergoed. Dan is de bal toch goed geweest, scheidsrechter? Ja, inderdaad. Scheidsrechter heeft het ook gezien. Bal is goed geweest. Dus mocht Roda JC een meter of 7, 8 wie de eigen kernenvlag de bal gewoon inwopen. En dan kunnen ze wel heel erg rustig en heel erg mooi gewoon opboeien hier in deze wedstrijd. Een wedstrijd waar ze op een 1-0 voorsprong stormen, maar dan is ze zeker nog niet de 3 punten binnen. Moest toch goed blijven kijken. Net worden ook zo'n moment dat Top Os heel even gevaarlijk wordt. Alleen daar had Roda JC het geluk dat door een van de aanvallers van Top Os niet op stond te letten. Nu een struikelpartij. Een struikelpartij binnen de 6e meter van Roda. Maar het is Paul van Boekel, de heel resoluut is met de handjewis, niks aan de hand gewoon doorvoetbal. En dat deed Roda JC ook. Roda JC vanaf de rechterkant zijn ze erop gekomen via Van der Heijden. Van der Heijden moet dan heel even inhouden, moet een aantal meters terugkomen. Geeft de bal dan druk op Congolo. Congolo naar Van der Heijden. En dan is er eigenlijk druk op de eigen helft teruggekomen. De bal bij Didden en Didden. Ja, dan kreeg de bal dan. Dan moet gaan opboeien. Nee, hier zit de snelheid even maar in deze opboe in. Maar misschien door de snelheid toe te halen, kan ze dadelijk een weer bal geven. Want we zijn tot de Bangkok door Klorstijd om in te starten. Nu dan. Nu wordt de bal goed gezet richting Bangura. Maar dat gaat over Bangura her. Aanval Roda JC ten einde. Eind tegen 0. 53 minuten gespeeld. Niks aan de hand. Wacht op de tweede kerkrotse treffer. Maarten, als je de selectie van NVV bekijkt, wat zou daar nog eventueel bij moeten komen de komende week op de transfermarkt? De wensen zijn van Maurice Verberne in ieder geval dat hij nog wat op de flanken erbij wil. Terwijl er nu een snelle vrije trap genomen wordt net over de middellijn op de helft. Maarten, we gaan even naar Venlo toe, want wat is daar gebeurd, Jos? Daar is er weer, Huur. Het goudhaantje tegen FC Emmen scoort op naar zijn derde doelpunt van de competitie. Suleiman Alouche trekt naar binnen. Eindelijk had er nu wel ruimte om uit te halen. En Zoui, ja, zal voor hem nemen. Arjen Robben, alhoewel kwam de meestal van de andere kant. Kult hem in de lange hoek. Precies hetzelfde doelpunt als wat ze vorige week maakte tegen FC Emmen. En zo is VVV op een 3-1 voorsprong gekomen. En dat komt precies op het goede moment. Want ze hadden het een heel stuk lastiger in het begin van de tweede helft. Ja, mooi nieuws dus uit de Venlo. 3-1 de voorsprong voor VVV. Maarten, we hadden het over eventuele versterkingen voor MVV de komende week. Maak je verhaal af. Ja, op de flanken had Maurice Verberne nog wel wat wensen en een middenvelder. Maar dat hangt ook even af van Koen Costons, of die blijft ja of nee. Hij kan naar Crotone toe, maar Brian Smeets praat al behoorlijk op hem in. Net zoals zijn vader Harold, om het niet te doen. Want Moreno Rutte, de rechtsback van VVV, weet ook dat je als Nederlander niet echt makkelijk aan spelen toekomt in Italië. Nu Smeets op het middenveld, afgetroefd door de terugrennende linksback John Hilton. En dan probeert Dordrecht het aan de linkerkant. Ze proberen weer in de wedstrijd te komen. En dan is het Aktas die niks hoeft te doen. Te diepe paas gaat over de achterlijn. Doeltrap van Romain Matthijs. Dat wordt het vervolg. We hebben net één corner gezien van
FC Dordrecht. Natuurlijk weer genomen door Jari Schuurman. Hier alweer bezig aan zijn zesde seizoen. Vorig seizoen niet gescoord, maar wel 8 assists. Had bijna een goede assist gegeven op die nieuwe Oostenrijkse spits Kribak. 1,98 lang, maar hij kon de bal toch niet drukken. Kopte naast en daarom staat het nog steeds 0-1. Maar het is wel alle hands aan dek. MVV kan zeker niet verslappen. Goed begonnen weer aan die tweede helft. Dordrecht knokt zich terug in de wedstrijd. Maar de thuisploeg staat nog steeds achter aan de Kromme Dijk. Drieën en is het voor VVV tegen Jong Utrecht. Kent VVV die marge van 2 jaar nu gaat langer volhouden, Sjors? Dat mag toch hopen? Op zich hebben ze het redelijk lang volgehouden in die eerste helft. En ik ben inderdaad benieuwd wie het verder gaat ontwikkelen. Want het spelplan van FC Utrecht was wel heel duidelijk hier in het begin van de tweede helft. Ik denk toch wel echt dat coach Iva van Dinteren gezag heeft tegen zijn spelers dat ze vuil hoeren moesten gaan staan. Meer druk moesten geven op de defensie van VVV. Dat ging ongeveer een kwartier lang heel erg goed. Ah, minder dan een kwartier. 10 minuten ging dat goed. Want FC Utrecht begon de betere ploeg te worden. Maar ik kan zelf ook al invullen, Max. Dat was natuurlijk het grote risico van hoe we gaan staan. Is dat er meer ruimte komt bij die snelle uitbraken. En snel is Alouche zeer zeker. En boer in de eerste helft continu 2 man aan zijn binnenkant had. Wat hem belette om dat schot in die lange hoek te krullen. Had er nu helemaal niemand daar staan. En dat leverde dus die 3-1 voorsprong op. En ik denk dat hij wel redelijk bevrijdend overkomt. Wie ik zag, ze hadden het lastig in het begin van die tweede helft. Nu is het even afwachten wie het spel zich verder gaat ontwikkelen. Het liep er in ieder geval niet op, alsof Jong FC Utrecht daar enorm van geschrokken is. Ik denk ook wel dat ze vrij onverschrokken zien, want bij Jong FC Utrecht telt het eindresultaat wellicht toch gaat minder. Maar vooral de manier waarop ze spelen en het aanvallend voetbal blijven spelen, dat zullen ze proberen te doen. Wellicht dat het nog meer mogelijkheden voor VVV gaat opleveren. Dat gaan we dadelijk zien. Tot nu toe, na een oorspelen is de stand heel gunstig. 3-1 voor VVV. Roda leidt dus tegen Top Os. Goal van Walid Ulchik. Ja, wat een aankoop is dat daar, Maurice. Een uitstekende. Ja, geweldig werk toch gedaan. Hè? Daar mogen we toch weer de technische directeur wel een complimenten voor maken. Want het elftal wat Bas Sibum hier stond, is toch, of Sibum moet ik zeggen, hier stond, ja, is echt goed gebalanceerd. En dat is mooi, terwijl er nu een gele kaart aan is gekomen. Gele kaart voor de nummer 4 van de oud-rode JC'er Sander Lambrix. Dat toch, toch wel een hele gemene overtreding heeft gedaan, boeten de 16 van rode JC. En dat heeft er dan gedaan, moet ik even kijken op, volgens mij, ja, op Olchik, de man die al doelpunten heeft gemaakt. 3 doelpunten dit seizoen al heeft gemaakt. 3 strijpjes achter. Nee, Krutskes moet ik zeker achter de naam stond. Voor 3 doelpunten. En nu is hij geel kaart gevonden. Scheidsrechter Go Veurdeel zei doorspelen. Alleen er kwam voor de rest niks. Geen Veurdeel uit. Omdat ja, toch eigenlijk op dat moment Ochik uit positie wordt. En de bal niet goed teruggelegd. En Bangura iets te wiet naar links toe. Van der Heijden wordt de man die de bal niet terugkrijgt. Begon gooi weer. Roda vanaf de linkerkant. Is de bal bij Zouner. Zouner die nog niet in de stempel op de wedstrijd kunnen drukken. Wel een aantal keren heeft geprobeerd in de eerste helft. Maar de tweede helft hebben we nog niet gezien. En nu heeft de bal via de achterkant van het net gaat er lang. Het net zogen we heel hard voor Bolle. Maar dat wou natuurlijk op de bal achterlangs. Maar Zouner is ook op zeuk. Penjatzouner moet ik zeggen. Dat is veel chique. Penjatzouner is ook op zeuk naar dat doelpunt. En de zussen dus tot er eigenlijk een beetje iets meer individueel aan het spelen is. Zal een trainer niet altijd leuk vinden. Maar voor het publiek is het leuk. Want op de achterlijn ging het nog een passeerbeweging maken. En dan, ja, dan wordt de hoek gans klein om een binnen te schieten. En dan lukt dat niet. Maar goed, het geeft aan dat Rode SC echt op zeuk is naar het tweede doelpunt. Top Os, tweede helft, 0 kansen gekregen. Vandaar ook nog altijd die 0 op het scorebord voor. En laten we hopen dat dat ook zo blijft. Gambio scoorde inmiddels wederom tegen Jong Ajax 4-2 inmiddels voor de ploeg uit Leeuwarden. De ploeg van Sjors Olté, voormalig trainer van Fortuna. Dan door naar Dordrecht MVV. Het laatste half uur zijn we ingegaan. Dus een kwartier gespeeld in de tweede helft. En Dordrecht voert de druk op. Kopbal nu en een redding. Uitstekende redding van Romain Matthijs. Maar op de rand van het 5-meter gebied walst daar Özgür Aktaş, zijn tegenstander, helemaal plat. Maar het mag door van scheidsrechter Joey Kooi. Het is de invaller Joey de Bie in het veld gekomen voor de Oostenrijker Kribak, die heel wat kansen heeft gehad en niet succesvol was. Een andere wissel was Chilo het Zand gewisseld en vervangen door Mallory Nock. Die had de afgelopen 2 wedstrijden in de basis gestaan, maar was geslachtofferd door Santoni. En dan nu aan de linkerkant is het Komans. Goeie paas op het middenveld naar Smeets. Diep naar Costons. En dan rand 16 meter is daar die nieuwe doelman Luca Plochman.
voorseizoen Lion Bossain die heel goed speelde. Deze jongen komt uit Bremen, speelde in de jeugd van Werder Bremen en komt goed uit. Maar Dordrecht verdedigt nu wel slecht uit. Smeets nog een keer naar Costons en dan naar de rechterkant Slegers. Costons net niet goed, dat steekpaasje van Slegers op Costons. En dan moet Costons zijn linkerbeen gebruiken. Schrikt hij er ook een beetje van en gaat de bal naast het doel. Dan krijgen we een wissel bij MVV. Maurice Verberne denkt, laat ik ook maar een keer gaan wisselen. We kennen hem als pinchhitter Delon Livramento. Hij komt erin en Ferre Slegers gaat eruit. En dat allemaal in de 17e minuut na rust met die 0-1 stand. Dan door naar VVV tegen Jong Utrecht. VVV, is het comfortabel, Sjors Vincent, de voorsprong ook gezien het spel? Ja, absoluut. Sinds ze draaien in voorstand zien ze Nedmi in de problemen gekomen. En heb ik zelfs nog een kans gezien van Martijn Berde samen met Levi Smans. Wat Sjosneet tot een echt grote kans leidde, maar dat was wel opnieuw een mogelijkheid. En Jong FC Utrecht heeft Sjos weer twee keer gewisseld. Dus een vrij korte tijd hebben die nu vier nieuwe spelers binnen de lijnen staan. Hoe VVV nog steeds met dezelfde basiself aan het spelen is. Is het Bleek, de linksboete van Utrecht, wat nu er vandoor is. Geeft de bal aan Hartley, die geeft hem voor. Dan is Simon Jansen daar just op tijd bij, zodat Akkerman net vanaf 5 meter kan binnenschieten. Is de bal omhoog gegaan en via een kop van Rick Ketting is er terug in de veilige handen van Jan de Boer. En zo is VVV weer in balbezit en zien er dus nog een 27 minuten officiële of reguliere speeltijd te gaan. En ziet het er steeds beter uit voor VVV met die 3 tegen 1. En Samiek Vriegs van, ja, wat zou die oven misschien nog helemaal compleet kunnen maken. Is het dan toch wel dat de Griekse spits Kosidis zijn eerste doelpunt gaat maken? Want er werkt heel erg hel. Er is ook bal vast en er wint wel kopduels, wat ook voor vuil dreiging zorgt. Maar een spits wil toch wel heel erg geren ook zijn eerste doelpunt maken en daarna natuurlijk nog een heel stuk meer. En een lange bal van Jong FC Utrecht naar de linkerkant wordt opgevangen door Rutte. En Rutte geeft hem op Berde, maar ze verliezen daar toch de bal. En dan kan dat toch dreigend zien met Bleek aan de linkerkant bij de zijlijn. In duel daar met Martijn Berde. Wordt teruggespeeld naar het middenveld. Jong FC Utrecht nog steeds een zeuken naar die opening, naar de dreiging of ze gaat kunnen betekenen. Nog even het veld, het spel verleggen naar de rechterkant, naar Akkerman. Gaat hij een voorzet geven? Ik denk het wel. Gaat naar de punt van de 16. Dat trekt naar binnen toe en dan is Simon Jansen achterlaat. En is het Akkerman wat op doel gaat zitten? Dat had bijna Hens kunnen zien, want er lag een speler van VVV op de grond en ik kreeg hem al heel kort in de buurt van zijn arm gespeeld. Maar scheidsrechter Eigelsheim wil daar niks van weten en zo is het spel weer verder gegaan. Is het wel nog steeds balbezit voor Jong FC Utrecht, maar is de ernstige dreiging wat er just was nu al even geweken. En na 64 minuten nog steeds 3 tegen 1. Roda leidt tegen Topos. Maurice, wie is het spelbeeld tot nu toe in de tweede helft? Nou, het spelbeeld van Roda is in ieder geval een stuk beter. Topos kent te weinig tegen inbrengen. Die hebben zojuist wel gewisseld. Een drievoudige wissel. Ugenraam erin. Korte erin. En Hernandez erin. Nou, ik moet zeggen, ik heb ze nog niet gezien. Alhoewel er nu een geel kaart is gevallen voor Roda op het middenveld. Onhandige plaats eigenlijk. Voor de man die achterin Didde heel even aan de noodrem moest trekken. Terwijl de Didde zo strakjes eigenlijk de kans had om een doelpunt te maken. Dat was namelijk een hoekschop vanaf de rechterkant voor Roda. Je ziet Didde daar wel metgekomen. Cupte de bal, maar helaas ging de bal over de kist van doelman Havenkotte. Dus de hoofden de Heijn nog niet in de lucht te steken. Deed er overigens wel, want ja goed, wit ze maar nooit, veel dat ik onder de lat ging. Maar ja, Roda, als ik moet gaan kijken, Roda is korter bij de 2-0 dan dat Topos bij de 1-1 is. Maar het is altijd heel gevaarlijk om zo te zeggen, want voor z'n tweet zinker dadelijk erin. Bij Roda hebben ze ook nog gewisseld van der Heijden. De, ja goed, een wedstrijd. Maurice, vergun even naar Dordrecht. Wat is daar aan de hand, Maarten? Een penalty in de 23e minuut na rust. Achter de bal staat Mathijs Suré. En op de doellijn is Romain Mathijs. En die gaat door het midden in het doel. Een minuut daarvoor was er ook al een kans voor Zebaoui. Een diagonaal schot. Toen was er nog de redding van Romain Mathijs. Nu was er een overtreding aan vooraf gegaan. En was het Mallory Nock die onderuit werd gehaald in het 16 meter gebied. Joey Kooi gedecideerd gewezen naar de stip. En dan is het toch Dordrecht wat op gelijke hoogte komt in het eigen Matchaholic Stadion. 1-1 dus bij Dordrecht en MVV. Hopelijk dat MVV straks wederom kan scoren en de overwinning alsnog naar zich toe kan trekken. Want het zou natuurlijk wel fijn zijn als we een volledig
Limburgs getinte avond hebben qua overwinningen in de Keukenkampioendivisie. Nog even terug naar dicht, Maurice, in Kerkhoi, hoor dat op Bos? Ja, dan moest u goed kijken. Het is een spreekbeurt. Hè. De huid niet verkopen dat ze een beer geschoten hebben. Oftewel, dat Rode Jesse hier dat tweede doelpunt heeft gemaakt. Want het is nog altijd maar een mager 1 tegen 0. Ik wou nog het vertellen dat Van der Heijden het veld had verlaten. En verruimd erin gekomen is Uaissa. Die speelt, moet ik even kijken, een beetje op het middenveld. Blijft hij daar zo een beetje te hangen. Topos nu in de aanval. Een verre bal richting de corner. En ja, dat kent dan nog wel gehaald weer door. Maar dan is dat een prima, uitstekende verdedigende actie van Rode Jesse. En dat is volgens mij achterin Koglin, die dat heeft gedaan. De man met de nummer 4 achterin, die heel rustig toch solide heerst. We hebben hem niet al te gek veel gezien, maar dat is ook gunstig, want een verdediger moest niet te veel zitten. Dan moet gewoon zijn werk doen, zijn mannetjes goed neerzetten, links en rechts om te kieken en vooral nemen slotten wijklopen. En tot nu toe het Rode JC dat achterin de verdediging ook niet gedaan. Topos nog altijd in balbezit. Proberen wederom dan de opboot te komen. Het is een beetje rustig geworden rondom Bankura. Bankura daar zo goed invult en nu in ieder geval wel achter de bal. Maurice, we moeten weer naar Dordrecht. Weer met slecht nieuws, Maarten. Ja, het is zo dat MVV de bal achterin niet meer wegkrijgt. Ik kan aan de Malevo-spelers niet zien wie nou die goal gemaakt heeft. Het is een voorzet vanaf de rechterkant. En dan wordt hij heel laag binnengekopt en is het 2-1. Moet ik nog eventjes goed gaan kijken. Het lijkt me Seré, de aanvoerder die hem gemaakt heeft. Maar daar kom ik straks nog wel op terug. Het gaat nu erg snel in Dordrecht. Veel te snel voor MVV. Ja, ook slecht neus uit Venlo, Jos. Absoluut niet. Michalis Kosidis, 21 jaar uit Thessaloniki, maakt zijn eerste doelpunt voor de VVV. Absoluut, want dat is de veer en de kind natuurlijk. Ja, de gunst het hem. Hè. Als het toch een Griekse spits is in Venloze Deens, dan hebben ze hele grote scheun om te vullen. En als ze dan al 3 wedstrijden op rij niet zou scoren, zou het al kunnen gaan knagen. Dat is dus niet het geval. Want Heret de Schuss een bevrijdende eerste doelpunt in dienst van VVV. Gemaakt. En zo is de stand wel heel erg luxe. 40 en voor VVV. Ja, excuus. Goed nieuws dus uit de Venlo. Ja, er vielen 3 doelpunten in een minuut tijd. 2 keer slecht nieuws dus uit Dordrecht. En een keertje goed nieuws uit de Venlo. Nou, VVV dat gaat wel winnen van Jong Utrecht. Daar zijn we zeker van. En VV daarentegen, Maarten, ja, krijgt heel snel 2 keer toe het deksel op de neus. Ja, het was slecht uitverdedigen en dan kopt daar op de rand van het 5 meter gebied inderdaad Seré, de aanvoerder. Hij is 1,73. Dat zegt wat over het centrale duo wat niet goed stond geposteerd. Aktas en Komans bij MVV. En misschien komt het wel omdat Seré uit de jeugd van Anderlecht overgekomen is naar Dordrecht en MVV in het paar speelt. Het werkt misschien als een rode lap op een stier voor de Belg die nu dus 2 keer heeft gescoord. En de stand van 0-1 omgedraaid heeft naar 2-1. Dus moet er een slotoffensief komen van MVV. Waar Koen Constans de laatste minuut er een beetje troosteloos bij staat. En nu aan de linkerkant John Hilton het tempo erin wil houden. Geeft hem aan Hock, Nock. En dan gaat Nock weer door. Dat was degene die onderuit ging. En een penalty binnensleepte. Rand 16 nog een keer Seré. En dan op het hoofd van Komans. Het is 1 richtingsverkeer. En misschien een counter van Smeets naar Livramento. Dat zou mooi zijn. Livramento naar rechts. Constans kan schieten. Het kapt hem achter zijn standbeen langs. Had in 1 keer hem op zijn pantoffel kunnen nemen. Maar dat lukt dan uiteindelijk niet. Dat momentje moet er komen in de omschakeling. Want voor de rest staat MVV in Dordrecht zwaar onder druk. Dus VVV tegen Jong Utrecht 4 tegen 1. Dordrecht MVV 2 tegen 1. En bij Roda Top Os de voorbije minuten, qua score althans, Maurice, niks gebeurd. Nee, ja, nou bijna ook hier een Grieks doelpunt. Net zoals het eerste doelpunt van de Griekse spits van VVV. En dat wordt dan voor Top Os. Althans, Constantinos Doumtios. Dat is de naam. En dan begon ik eigenlijk vanuit dat dat een Griek is. Maar ja, goed, hij kan natuurlijk ook nog van Cyprus komen. Dan moet ik goed kijken, want hij kan natuurlijk ook nog van het Turkse gedeelte van Cyprus komen. En dan wordt het heel gevaarlijk. Van First Twits heb ik dadelijk toes de tijgeren door de keuken liggen. Maar daar scoorde bijna hier. Maar gelukkig wordt doelman Bukker de bal eigenlijk vriendelijk door F. Door de knieën te gewoon onschadelijk maken. Maar zo zussen, dan moesten ze goed kijken. Hè? Want voor ze Twitch hebben ze een tegentreffer. En die mooie koppositie die Rode JC op dit moment virtueel te pakken heeft. Zo dan in één keer zomaar in gevaar kunnen komen. Van Heupig, nog 15 minuten hier te voetballen. Rode JC is even een versnellingje teruggeschakeld. Leert Top Os gaat meer komen. En probeert dan met de lange bal naar voren te gaan. Ik weet niet of dat de juiste tactiek is. Of dat niet een beetje gevaarlijk is. En hier wordt er geappelleerd door Hens.
door de derde grensrechter in dit geval. En de derde grensrechter is nemens Angestan Bas Siebum, die de handje opsteekt. Maar de Mr. VAR, Paul van Boekel, wil dat niet in met gewoon in op voor Rode JC. Hij is nu gekomen. Komt hij door terecht bij onze invaller Oussouami. Hij heeft een goede beweging erin, maar de wordt hij er onderhoed gelopen. Althans, de aanval van Rode JC gaat gewoon weer. Dus moet er gewoon doorgevoerd worden. De zesde meter gaan ze dan de linkerkant naar binnen. Moet de voorzet nu komen. Voorzet is slecht gegeven. Zo'n rollertje wat ze heel makkelijk eens weggeven als verdediging. Maar voorlopig blijft Rode wel even in balbezit. Maar wederom eigenlijk hetzelfde spel zien we. Nimmer die snelheid die ze in het begin van de tweede helft hadden. Het is allemaal iets langzamer, iets trager. Terwijl ze conditioneel toch heel goed hebben. Noem het misschien een shirt komen. Emens is ruimte in het zuik. En dat kan natuurlijk nemens anders in de ruimte zijn dan Olcik. En Olcik heeft dan niet die ruimte gekregen. Dus geeft de bal naar de linkerkant. Maar door is het misverstand. Nee, voorlopig. Roda moet natuurlijk kunnen kiezen. Komen we voor de tweede treffer of proberen we deze 1-0 gewoon vast te houden? Wat mij betreft zou ik zeggen, komen voor de tweede treffer. Het is dingig, Sjors, en dat is goed nieuws. Positief bedoeld, niet meer echt spannend bij VVV Jong Utrecht. Een heel stuk minder inderdaad sinds de VRN. Wat niet betekent dat VVV het nu heel rustig aan gaat doen. Want ze blijven nog steeds naar voren voetballen. En echt een paar seconden geleden waar een veur zat vanaf de rechterkant. Wat just voorbij de spits Kosidis ging. En ook voorbij Levi Smans en blijven het dus VRN. Maar ik ben het natuurlijk wel met de Gijns, Max. VVV gaat hij vanavond toch echt niet meer verleren. Nee, dan moeten nog hele gekke dingen gebeuren. Maar daar gaan we toch zeker niet van doen. VVV dus op weg na de eerste overwinning van dit seizoen. En VV daarentegen in de achtervolging op Dordrecht, Maarten. Ja, maar de achtervolging gaat de verkeerde kant op. Nu weer een goede redding van Romain Matthijs met een aanstormende Ilias Zebaoui. En dan de counter met een goede paas van Smeet stuurt aan de linkerkant van het veld. Livramento naar het 16 meter gebied. En de achterlijn met de voorzet bij de tweede paal bereikt Costons niet. Rand 16 meter, de bal goed opgepikt door Smeets. En dan is het Taski die om zijn eigen as draait. Gaat hij via Soeren naar Smeets met het boogballetje. Dat kan doorgekopt worden, maar er zit geen vaart in die kopbal van de kleine Toenahan Taski. En dus is het een eenvoudige prooi voor doelman Luca Plochman. De Duitser gooit dan de bal over de zijlijn, want er is een blessure bij FC Dordrecht. Er staat ook een wissel klaar, Ilias Bronckhorst. Die zal er straks inkomen. Voor wie, dat is nog niet duidelijk. De laatste keer dat MVV een voorsprong weggaf en ook verloor daarna, dat was op 25 februari 2022, niet zo lang geleden. De voorsprong toen in de 19e minuut door Zepa de 0-1. En de nederlaag werd uiteindelijk 3-1. Nu zijn twee minuten MVV vertaal geworden in de 69e minuut. De gelijkmaker vanaf 11 meter van Surré. En een minuut later zijn kopbal. Dus er moet wat gebeuren in het Maastrichtse kamp. FC Den Bosch scoort tegen ADO de stand gelijk inmiddels in de Vliert. 1-1 bij die partij. Alleen nog niet gescoord bij de Graafschap tegen Emmen. Daar nog altijd de brilstand. Roda leidt tegen Den Bosch, Maurice. Ja, maar Roda is aan het spelen met vuur. En dan voornamelijk achter in de verdediging. Want ze geven er veel te veel ruimte weg. En ze zorgen dus een hachelijke situatie waarin Bukker niet bij de bal kon komen. En de bal heel langzaam richting de doellijn rolde. Maar gelukkig worden nog de verdediging van Roda JC dat de bal echt van de doellijn kon weghalen. En het wordt nog helemaal niet gemakkelijk om dat bal door in de weg, de verdediging weg te halen. Nu wederom een aanval. 2-3 man vallen over elkaar heen. 2 man van Top Os. Het eerste wat ze doen voordat ze op de grond zijn terechtgekomen, kijken ze naar Van Boekel. En Van Boekel zet gewoon achterbal. Roda mocht hem genomen. Een inworp voor Roda. Ja, die van, dat zijn natuurlijk de dingen die ze steeds krijgen. Hè? Nog een kwartier te spelen. En dan proberen om via een of andere struikelpartij proberen kijken of Van Boekel het misschien net niet goed zit. En dan de bal op de pinger te kunnen. Ja, Van Boekel kent niet de hulp inropen van zichzelf, van de VAR. Want dat is er natuurlijk niet te bieden in de keukenkampioendivisie. Maar dus zal er het doen. Maar wat dat betreft, heet in heel goed Arends ook. Want er zit toch van afstand wat er allemaal precies gebeurt. Top Os, nu weer in de aanval. Die komen steeds meer en meer door. Dan zou ze zeggen dat er ook meer kansen voor Rode moeten komen. In ieder geval gaat meer ruimte dan op het veld moeten stond. Maar dat zie ik voorlopig nog. De aanhang van Rode is natuurlijk aan het scanderen. Die proberen nu op dit moment de ploeg iets er doorheen te slepen. En dat denk ik dan ook wel heel erg nodig is. Want Top Os heeft iets meer balbezit in deze fase van de wedstrijd. Vanaf de rechterkant moeten ze dan komen. Wordt er ingeschoven? Kennen ze dan een shirt doen? Nee. Rode kent overpakken. Rode via Kochlin kent nu overpakken. Moet nu dat bal gaan spelen. Moet nu door gaan tikken. En dan gebeurt dat niet via Kongolo. Kongolo moet heel even wachten. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Nou Rijt. Rijt kent er met opkomen. Krijgt de bal echter niet. Dan is het namelijk
de invaller die erin is gekomen, Wajsa, die dan probeert een aantal meter mee te lopen. Maar dan is eigenlijk dat gevaar weg. Hij gaat oversteken van rechts naar links. Dan moest gewoon naar voren gaan. Moest het gewoon sneller doen. Want die van Top Os moet er dan terugkomen. En die hebben alle tijd en alle ruimte om dat te doen. Nu misschien nog een hele goede mogelijkheid aan de linkerkant op Bijleveld. Bijleveld hield de bal binnen. Moet nu de voorzet gaan geven. Nee, dat duurt allemaal net te lang. Jammer, jammer. In deze fase van de strijd moet Roda gewoon de tweede treffer erin gooien. En dan zit de wedstrijd op slot. Maar voorlopig is dat niet. Top Os blijft nog altijd even zeuken naar de opening. Blijft nog altijd zeuken naar de sleutel tot de gelijkmaker. Roda moet goed kijken. En dat opent de score op bezoek bij de Graafschap. En is er nog het gebeurd de voorbije minuten bij VVV Jong Utrecht, Sjors? Als Alouche aan de bal is, gebeurt er altijd het. Het kan helemaal misgaan, maar het kan ook helemaal fantastisch gebeuren. En in dit geval was het bijna fantastisch. Want er draaide weer gevaarlijk naar binnen toe. En op een sloot in de korte hoek te trappen. En niet in de lange hoek. Boeheerders die 3-1 uitscoorde. Alleen daar was de keeper goed bij. Dit is wel een mooie steekpaas op, van FC Utrecht op Bleek. En dan is het daar de zeer ervaren verdediger Roel Jansen. Die over is gekomen van Fortuna Sittard. En eigenlijk al sinds 2016 op en neer. Een pendelen is tussen VVV en Fortuna Sittard al een paar keer. Ja, David Bleek goed af te houden. En dan voor Kumpheer in ieder geval een late treffer. En blijft het nog steeds 4-1. 80 minuten heuvel gespeeld. Het ziet er heel goed uit voor VVV Venlo. Het is 2-1 bij Dordrecht MVV. Hoe lang is het nog, Maarten, qua speeltijd? We hebben nog 8 minuten officiële speeltijd. Wissel bij MVV. Marco Kleine eruit en Nabil El Basri erin. Die ook al 32 minuten maakte in de eerste wedstrijd van MVV in de Kool. Maar MVV is niet meer gevaarlijk geworden. En dat is wel verontrustend. Het is een rommelige partij voetbal geworden. Twee ploegen die amper nog bij elkaar voor het doel komen. En dus is er nog geen kans geweest op een gelijkmaker voor MVV. Roda dan tegen Top Os, Maurice. Nog altijd 1-0 voor Roda JC. En Peña Tsaunor, die niet echt een hele gelukkige wedstrijd speelde, is vervangen door ingekomen Daneels. En dat is mijn grote herinner. Daneels heeft deze competitie in de twee voorgaande wedstrijden in ieder geval al einde keer een treffer kunnen maken. Toen dat hij ook als invaller. Misschien geeft hem dat nu ook lukken. En de shirt bij Roda JC van inderdaad invaller Daneels. Maar de bol wordt gesmoord door de verdediging van Top Os. En dan is dat een gevaar weer verweken. We kijken op de klok. 7,5 minuut officieel nog te goal. Een heerlijk avondje voor VVV, Sjors. Ja, ik denk misschien wel man of the match. Alouche op Nui. Alhoewel er wel meer personen met dingen voor deze titel vanavond. Die is naar de kant gegaan. En voor hem in de plaats gekomen is Hegi. En zojuist is ook Robin Lathouwers erin gekomen. Voor Moreno Rutte. Want Lathouwers is zijn plekje toch wel kwijt geraakt. Vorig jaar toch regelmatig in de basis op de rechtsbackpositie. Moet nu genoegen nemen met een wissel. Situatie en dat is niet de eerste keer dit seizoen. Het speel ik even stil, want ach jong, FC Utrecht gaat hun laatste wissel toepassen. En dat betekent dat we weer terug naar die gaan, Max. Dordrecht MVV dan. De kans voor Koen Costons en hij gaat erin. Koen Costons maakt hem. Het is een counter, het is een omschakeling zoals we dat kennen. Van het afgelopen seizoen. Vlijmscherp uitgevoerd. En dat is dan de tweede goal van Costons dit seizoen. De man die het toch moeilijk had de laatste helft van het voorseizoen om te scoren. Assistkoning was, maar nu dus weer het net weet te vinden. En dan hebben we nog 5 minuten officiële speeltijd. Wordt daar nog eventjes gekeken of er iets gebeurd is, maar er is geen VAR. Dat zei Maurice al, het is gewoon 2-2 in Dordrecht. Met nog 5 minuten te spelen, Costons maakt hem. Roda Top Os. Nog altijd 1-0. Wou heel even moeten kijken, want er ging een bal richting Koen Bukker. En Bukker ging de bal met de veut aanspelen. En dan kreeg hem van een eigen rode JC-verdediger. En hij deed het wel heel erg langzaam. Leed de aanvallen van Top Os kort bijkomen. Ik denk, het zal toch niet waar zijn. Maar nee, hij had net op het juiste moment tikte net de bal naar rechts. Nu wordt er weer gewisseld bij rode JC. Ja, wij gaan er nog weer in komen. Dan moet even kijken. Oh, Niels Rosler. Die gaat erin komen. Niels Rosler. Die gaat in de ploeg erin komen. Wij gaan ze dan goed halen bij Roda JC. Dat is even op dit moment niet duidelijk. Want die van Top Os zit ook aan het wisselen. Dus geeft het bord omhoog voor nummer 20. Maar nummer 20 kan nooit voor Roda JC zitten. Want door steeds geen nummer 20 in de opstelling. Dus moet
dat immers angeschen dat de route is gegaan. Dat hoort gedaanlijk wel. Wij bij Rode JC de route is gegaan. Want er wordt even geen organisatie gedaan. Want Rosler die geeft nu ook aan dat het allemaal anders moet. Rosler gaat helemaal achter in de verdediging. Zo. Geet hier en door het wijzigingen doorbrengen. Geet mensen sturen. Geet het allemaal angeschen. Maar ja, dat zit ik nooit zo geer in de laatste minuten om achter in de verdediging van alles te gaan wisselen. Maar goed, Bas Sibum durft het aan, weet wel wat zijn mannen kennen. Hij heeft ze natuurlijk afgelopen weken op de trainingen goed kunnen aanschouwen. Hij heeft goed kunnen kijken in de oefenwedstrijden wie het er allemaal doet. Dus hij zal ongetwijfeld de concepten die er nu zich heeft bedacht voor die laatste, wat zal het zijn, 6, 7 minuten met geen extra team, zal er vol vertrouwen erin hebben. Inworp voor Top Os. En die gewoon kieken, ja, die doen dat terug naar achteren. Nou, dat het rode geer. Want ja, Van Dorp kent absoluut het gevaar niet komen. 4,5 minuut officieel op de klok. En er gaat beslist het meer bij komen. Wat is er aan de hand in Dordrecht, Maarten? Ja, MVV gaat weer stijgen in de ranglijst van clubs met de meeste boetes. Want er komt rode rook uit het uitvak. En ik dacht al, waarom staan ze zo te twijfelen met z'n allen op een kluitje daar? Maar het gebeurde, die 2-2 van Koen Costons. Precies voor iedereens neus in het uitvak. Meer dan 100 supporters die meegereisd zijn. En er werden dus ook bekers over het hek gegooid. En dat is de reden waarom wij hier, denk ik, minimaal een kwartier stil liggen. En er heel veel wrok is bij de Dordrecht supporters die ontzettend balen. En laten we hopen dat de MVV supporters zich realiseren dat ze gewoon hun club moeten steunen. En ze dat op deze manier echt niet doen. Roda Top Os, Maurice, vertel hem er. De wedstrijd zit helemaal op slot. 2-0 voor Rode JC. Een prachtig goed gespeelde aanval. Eindelijk in de keer vanaf de rechterkant. En dan wordt het invallen. Lennart Daniels, wat steekt er erin. Anderhalve minuut in het veld. En hij scoort al zien een tweede treffer dit seizoen als invaller. Want hij scoorde ook al in de wedstrijd tegen Helmond Sport. Toen scoorde hij de 4-1. Nu scoort er een hele belangrijke 2-0. Roda liegt dus te goed winnen en de 3 punten voor VVV die zit al een tientje in de tassen, Jos. Ja, nog anderhalve minuut reguliere speeltijd. En dan zal er zeker nog het blessuretijd bij komen. Maar toch niet genoeg voor Jong FC Utrecht om nog 3 doelpunten te maken. Er verwacht nog steeds ieder dat VVV misschien nog een extra doelpuntje voor ja, toch al massaal toegestroomde publiek kan gaan maken op deze heerlijke avond qua temperatuur en ook qua sfeer. Want het is zo leuk om te zien wieveel gezinnen dat hij ook ziet met kleinkinderen die zoveel plezier hebben om naar het voetbal te kijken met elkaar. Dat is precies wie het moet zien. En gelukkig geen enkele dreiging dat een wedstrijd hij stilgelag gaat weuren. En dat is natuurlijk ook wel een compliment hij voor alle supporters in Stadion De Koel. Die een heerlijke wedstrijd zien. Namelijk 4-1 voor VVV. De spanning is er wel vanaf. Maar die is er dan des te meer bij de andere wedstrijden. Ja, Roda Maurice nog een weekslangere koploper. Ja, chic hè, bovenaan hè. 3 wedstrijden gespeeld, 6 punten. En dan hebben ze, moet ik even tellen, 7 9 keer gescoord hè. Ha, chic hè, ja, dan, ook op doelsaldo kan ik dan even op dit moment nemen ze pakken. En maar 1 treffer tegengekregen. Ja, we houden dat gedacht voor het joh. Hoe Rode JC toendertijd zo zwalkend wordt, is het nu echt een hele andere ploeg. Maar kritisch mag ik natuurlijk ook zien. Het voetbal was niet altijd te goed met een winstwaal. En dat is natuurlijk ook een kwaliteit. Dat is prima, want dit soort wedstrijden ga je dit seizoen natuurlijk veel meer krijgen. En zeker als Roda dadelijk het meer bovenin gaat. Dan krijgen ze andere ploegen die zeggen, nou ja, Roda, voetbal doe zelf maar. Weer wachten natuurlijk op die Kenskis. We gewoon nog niet helpen. Maar Roda heeft dat op het juiste moment weten om te buigen. Onder andere door dat prachtige doelpunt en shirt van Old Chic. En dan, ja, een super invaller. Dat mag ook wel gezegd worden. Daniels, de tweede keer dat er invult deze competitie. En de tweede keer dat er ook meteen de wedstrijd op slot gooit. Ja, als trainer geeft ze zo'n speler een basisplaats geven. Dat is dan weer de dinger die ze dan tegen die hubs. Want als ze erin komt, scoort ze meteen. Dus denkt een trainer, laat hem maar lekker op de bank zitten. En als ik het nodig heb, laat ik hem erin. Kent Rode nog de 3e gaan maken? Dat is natuurlijk de grote vraag. Zien we nu achterin? Nee, het is even op dit moment walking voetbal op het middenveld. Maar gelukkig wordt dat nu weer omgezet. En gewoon ze nog het spelen. Maar ja, Rode hoeft er meer. Hè. 30 minuten nog te gaan. Rode op 2-0. Gewoon lekker deze wedstrijd voorlopig goed spelen. Blessuretijd, Keter gaat bijkomen, weet het nog niet. Burtje staat klaar, maar de goede man, de assistent scheidsrechter, heeft nog niet op de knop geduwd. Dus is het voorlopig nog even nee te zien hoe lang we de bij krijgen. Inmiddels komt ADO op voorsprong op bezoek bij Den Bosch. 2-1 inmiddels voor de mannen uit Den Haag in Den Bosch.
De wedstrijd in Dordrecht, Dordrecht NVV, ligt nog altijd stil. Bekers, met bier in ieder geval, bekers op het veld gegooid na de 2-2 van Koen Kostons. Dus even afwachten wanneer die wedstrijd wordt hervat. VVV Jong Utrecht, de eerste wedstrijd van vanavond. De derde waarschijnlijk ten einde zal gewoon komen. Wie lang is het nog, Sjors? Nog anderhalve minuut in de blessuretijd en dan is het toch echt afgelopen. Hey, Rick Kruis heeft toen zo nog 2 keer gewisseld. Ja, vrij laat als ze het Miegfrieks had wel. Gaat ieder gekend. Zeker voor de spelers die erin gekomen zijn. Het was Hendricks, de verdediger, wat erin is gekomen. En dat is natuurlijk wel leuk, Dylan Timber is in binnen de lijnen gekomen. En voor wat is dat leuk? Omdat hier is overgekomen van Jong FC Utrecht. Dus hier speelt nog een paar minuutjes. Meer is het niet tegen zijn oude club. En die spelers kent hier ongetwijfeld allemaal. VVV is lekker aan het uitspelen. Ze combineren op hun eigen speelhelft. Kriegen nog een vrije trap met. En dan is de wedstrijd echt aan het aflopen en het aftellen. Ik kijk zelfs even naar scheidsrechters. Eigelsheim of hier gaat afluiten of niet. Dat is nog niet aanstaande. VVV wacht gewoon rustig met de bal rond te spelen naar de linkerkant. Kan het nu toch echt maar een paar seconden nog door. Totdat de scheidsrechter de fluit in de mond stikt. Nee, wacht nog maar met. Ja, er is blij dat er een keer keukenkampioen divisie dat fluit. Want meestal zit er in de tweede divisie. De laatste wedstrijd van hem was VVV Kloetingen tegen Bol. Wel met de score van 6-0. Dus ik denk dat er het fijn vindt dat er op de keukenkampioen divisie velden nu aan het rondlopen is. Echt geen enkele reden meer om nog langer door te spelen. Want de wedstrijd is gespeeld. De vaart is er goed. Niemand wil zelfs meer een stap zetten. De bal werd heel zachtjes op en neer getikt. En dat is eindelijk dan het signaal voor de scheidsrechter om hij af te fluiten. De eerste overwinning van VVV Venlo in dit seizoen is een feit. En het is wel een hele lekkere huur. Weer M tegen FC Utrecht. En ik wens u natuurlijk allemaal nog een hele fijne avond. Hij van Noord de Koel. En ook voor dich, Sjors Lemmens, bedankt voor het verslag van Noord Venlo. Inmiddels is het 2-0 bij Eindhoven tegen NAC. Die wedstrijd is wel beslist. En Roda, ja, dat staat ook met 2-0 voor tegen Top Os. Wie lang is er nog? Maurice kan niet meer lang zien. Hè? Nee, 4 minuten hebben ze de bier getrokken. Maar ik denk dat er zeker 2 minuten van omzin. Omdat namelijk een Rode JC in de corner de route heeft geslept. Maar dat duurde wel heel erg lang eerst dat de corner gingen noemen. Uiteindelijk wordt wel een hele scherpe corner die geschoten wordt. Maar die ging hard voor langs. Roda nu nog in de aanval. Boetenspel. Heel goed gezien door die Rode JC door invaller Wajsa. Wajsa bleef ook gewoon staan. Maar nu heeft er de bal wel. Ja, dan zou ze eigenlijk ook moeten fluiten. Scheidsrechter bijna lid het spel gewoon doorgaat. Want er zit dit eigenlijk als het ware als een nieuwe aanval van Rode JC. Misschien wel een van de laatste aanvallen in deze wedstrijd. Hoe we niet heel erg veel hele mooie aanvallen van Rode hebben gezien. Misschien nu weer doelpunt. Daniels. Oh, Daniels Bino met zijn tweede treffer. De trek helemaal naar links. Dan geeft die ganse verdediging van Topos uit elkaar. En dan met het linkervoet schutter dan de bal. Ja, raken links langs de pol. Maar de keeper is er nog aan geweest. Dus eigenlijk worden we binnen de peul. Maar de keeper heeft redding gebracht. Körner voor Rode JC. Wordt dan daar snel genomen? Nee. Nee. Rode leert het eigenlijk een beetje zitten. De bal wordt helemaal teruggespeeld. Geen een bal. Zo'n strakke bal vuur. Maar nu misschien weer een aanval. Een aanval vanaf de rechterkant. Proberen ze dan eigenlijk hetzelfde. Maar de bal is niet te halen voor Boytrijd. Terwijl Boytrijd alles deed om de aanval van Top Os, die die willen gaan opzetten, dan weer te verstoren. En dat lukt hem nog, want de bal is over de zieling. Dus moet Top Os toch gewoon inwerpen. Ja, 2-0. Hè. Prima stand. Prima. Goed gedaan. 3 punten. Heel belangrijk. En vooral dat eerste doelpunt. Hè. Dat eerste doelpunt. Wie het zo lastig en zo moeilijk voor Rode JC ging. Wordt Otschik. Die met een prachtige shirt de bal en ook de wedstrijd helemaal opentrok. Nu een hele verre terugspeelbal naar de doelman van Rode JC. Dit is namelijk Bukker die de bal vasthield. Geeft met zijn voet op de bal stop. En dat is het teken voor de scheidsrechter om af te fluiten. Rode JC wint hier in het Parkstad Lindenburg Stadion met 2-0 van Top Os. En pakt het altijd die hele mooie koppositie in de kampioendivisie. 3 wedstrijden gespeeld. En natuurlijk alle punten binnen goal. 9 punten. Fantastisch gedaan. Dankjewel Maurice Jester voor het verslag van het Parkstad Lindenburg Stadion. Dordrecht NVV, Maarten Onverlevel is daar op dit moment de stand van zaken. De stand van zaken is dat de bal op de middenstip ligt. Dat de spelers in de kleedkamers zijn. Dat we een delegatie hebben gezien van MVV'ers. In dat mooie paarse tenue bestaande uit Brian Smeets, aanvoerder Nicky Soeren en Koen Kostons. Die naar het uitvak zijn gegaan. Daar helemaal langs gelopen zijn. En
die supporters, die zich supporters noemen, tot de orde hebben geroepen. En laten we hopen dat dat dan gaat werken. Want als er nog iets gebeurt, al is het maar een inimini-druppel vanuit het uitvak of een inimini-beker, het maakt allemaal niet uit, dan is het definitief afgelopen. Terwijl er nog maar 5 minuten officiële speeltijd hier in Dordrecht op de klok staan. En dan betekent dat natuurlijk ook weer extra kosten om terug te komen. Daar wordt iedereen niet vrolijk van. Waar we wel vrolijk van zijn geworden is de 2-2 van Costons. En dat was in de 85e minuut ongeveer. Ja, 32 duels hebben ze gespeeld in Dordrecht MVV. Maar 9 keer werd het gelijk. En maar 1 keer van die gelijke spelen werd het 2-2. En dat was in de Eredivisie op 29 augustus 1992. Toen het hier nog SVV Dordrecht 90 heette. Toen werd er gescoord door Jerry Simons en Michel Langerak. En dat was de 2-0 voorsprong voor SVV Dordrecht 90. De 2-1 van Hans Visser en de 2-2 van Roberto Lancor zorgden toen voor een gelijkspel. Maar nu is het nog niet gespeeld. Ik zei het al, er staan nog minuten op de klok en er zal ongetwijfeld ook nog iets bij komen. Maar het belangrijkste is wel dat ik hoop dat er niks meer gebeurt in de resterende tijd in Dordrecht. Laten we inderdaad hopen. En ja, zou het ook mooi zijn als MVV in extremis toch nog die overwinning naar zich toe trekt. Want winnen, ja, dat deden VVV en Roda. VVV met 4-1 van Jong Utrecht. Roda met 2-0 van Top Os. Verder de Graafschap Emmen 0-1. Althans, daar lijkt het toch op uit te draaien. De laatste minuten daar nog. Den Bosch ADO 1-2. Die wedstrijd is voorbij. Datzelfde geldt voor Eindhoven NAC 2-0. En Cambuur Jong Ajax 4-2. We wachten rustig af wat er gaat gebeuren in Dordrecht met het vervolg van FC Dordrecht tegen MVV. We blijven erbij natuurlijk ook nog na de klok van 10 uur. Draai nu even wat muziek, daar hebben we een paar minuten tijd voor. En zijn dan hopelijk terug met het vervolg van Dordrecht tegen MVV. Het is 1:10, dat betekent dat we normaal gesproken ergens in het NOS-journaal van 10 uur moeten zitten. Maar we gaan langer door, want Dordrecht-MVV, die wedstrijd is gestaakt. MVV kwam op een 2-2 gelijke hoogte door een goal van Koen Costons. Maar daarna, ja, werden er allerlei zaken uit het uitvak op het veld gegooid. Wat de plastic bekers, dus die wedstrijd ligt al enkele minuten stil. Het is inmiddels voorbij bij de Graafschap Emmen. Emmen wint met 1-0. Verder dus Den Bosch ADO 1-2. Eindhoven NAC 2-0. Roda Top Os ook daar 2-0. Cambuur Jong Ajax 4-2. En VVV wint met 4-1 van Jong Utrecht. In de wetenschap dat er nog wel wat wedstrijden te spelen zijn in de eerste divisie dit weekend. Zondagmiddag Groningen tegen Willem II, 2:30. Mooie wedstrijd wordt dat. En maandagavond Jong AZ tegen Telstar en Jong PSV tegen Helmond Sport. Betekent dat de stand die er nu is, het is ook nog vroeg natuurlijk in de competitie, maar omdat er nog wel wat wedstrijden te spelen zijn, dat we die stand, ja, natuurlijk met Andine Kooltje zou ik moeten nemen. Maar goed, heel serieus is dat natuurlijk op dit moment ook niet. Mooi is in ieder geval dat Roda bovenaan staat met 9-3. 2 punten voor op Cambuur en 4 punten voor op FC Emmen op dit moment. Er is geen ploeg die Roda kan evenaren dit weekend qua punten totaal. Zelfs niet mocht Willem II winnen van Groningen. Zelfs dan gaat dat niet gebeuren. MVV, dat staat momenteel, ja, virtueel 10e met de 4-2. Als ze winnen bij Dordrecht in de slotfase, dan zijn zij samen met Roda de enige ploeg die tot nu toe de volle buit heeft gepakt. Dus ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn mocht dat lukken. Ja, Dordrecht MVV, Maarten Onverleef, verslaggever aan de Kromme Dijk. Wat is er op dit moment te zien op het veld? Een wedstrijd die net begonnen is met een aftrap van FC Dordrecht. Dus de bal rolt weer op het hybride veld van FC Dordrecht. En nog 5 minuten officiële speeltijd te gaan. Of hier nog een winnaar uitkomt, ik weet het niet. Als de supporters zich maar gedragen. Want anders wordt het geen Kromme Dijk, maar Kromme Tenen. Terwijl aanvoerder Zeré, maker van 2 doelpunten van Dordrecht, de bal nu eenvoudig kwijt is. En dan aan de rechterkant probeert Smeets op eigen helft nog Toenahan Taski, de verdienstelijke debutant bij MVV, weg te sturen. Maar nog een mogelijkheid in de omschakeling. En dat is een schot van Jari Schuurman. Hij staat net als Koen Costons, als we kijken naar de tweede helft van het vorige seizoen, bekend op zijn assists en niet op zijn doelpunten. Costons is daar nu vanaf. En Schuurman schiet weer een corner bij elkaar. Die mag vanaf de linkerkant worden ingedraaid. De ex-jeugdspeler van Feyenoord draait hem richting de tweede paal. Weggehaald door Komans met zijn rug.
Het gevaar komt van FC Dordrecht voor de neus van keeper Matthijs. En dan nog een keer de voorzet daar van centrale verdediger Job van der Avert. Goed weggekomen door Tim Segers. Maar MVV komt er amper uit. Nu misschien door het midden met een gelukje. De combinatie Livramento kost ons. Het is nog een heel eind naar het doel. Hij ziet aan de linkerkant Smeets meekomen. We zitten nu in de rand van het 16 meter gebied. En de steekpaas in het 16 meter gebied. Om daar de mee opgekomen Nicky Soeren te bereiken van Brian Smeets. De routinier is helaas net niet zuiver genoeg. En dus kan daar invaller Ilias Bronckhorst, de vervanger van rechtsback Aberkane, gaan ingooien. Doet dat door het midden. Van der Avert laat hem even lopen. En dan linksback Hilton pikt hem op. Die kleine Amerikaan die heeft heel wat tempo. En geeft hem dan meteen diep naar Joey de Bie. Die kan er uiteindelijk niet bij. Rommelige fase nu in deze laatste minuten van de officiële speeltijd. Ook een wilde bal naar voren van MVV. Op het hoofd van Livramento. Teruggekopt aan de rechterkant naar Taski. En die stuurt dan Livramento weer richting de achterlijn. Dan krijgt hij daar meteen Hilton om zich heen. Komt hij daar half uit. Maar levert dat bij de cornervlag aan de rechterkant van het veld. MVV in ieder geval een ingooi op. We zagen het ook na de interventie van Smeets, Soeren en Costons bij de eigen uitsupporters. Dat Van der Avert en aanvoerder Surrey dat vak wat daar aan grenst ook eventjes rustiger wilde krijgen. Dat is redelijk gelukt. De ingooi is genomen. Taski laat zich de bal afsnoepen. Maar dan tikt Hilton de linksback hem over de zijlijn. Mag er weer gegooid worden. Blijven we aan de rechterkant van het veld. Is er een overtreding op Taski? Niet gefloten door Joey Kooi. En de overname van FC Dordrecht met nummer 21, Rocco Schein de Est, verlegt het spel naar de rechterkant. Bijna daar de onderschepping van Smeets bij de middenlijn. Die baalt. En dat betekent dat Nabil El Basri in de achtervolging moet. Dat doet hij daar op Tsungi. En dan wordt er geen overtreding gefloten. Gaat het Dordtse publiek nog eens een keer helemaal achter de ploeg staan. En ook hier is Joey Kooi onverbiddelijk. Maar het balbezit aan de rechterkant is nog voor Dordrecht. Langs de zijlijn staat Zebaoui. Die krijgt hem ook. Heeft al een paar keer de vuisten van Matthijs geraakt. Geeft hem nu aan Tsungi. En dan op het middenveld Rocco Schein. Die na aan de linkerkant Schuurman ziet. En dan aanvoerder Soure. Man of the match ongetwijfeld bij Dordrecht. En een hele gevaarlijke bal in het 16 meter gebied. Dat loopt maar net goed af. De voorzet van Brito half geraakt door doelman Matthijs. En dan opgelucht ademhalen met het opruimen van Comans. Een wilde bal naar voren. Overtreding daar van Livramento op de helft van FC Dordrecht. Doet dat tegen John Hilton. Bestraft door Kooi. En de laatste minuut officiële speeltijd. Die gaat nu in. En dan ben ik straks ook heel benieuwd hoeveel er nog bij komt. Ja, het zou wel lekker zijn om er eentje in te duwen. Wat jij al zei, 6 punten uit 2 wedstrijden. Maar het ziet eruit dat dat puntje vasthouden belangrijker is. Wat een mooie actie weer van Matthijs op de rand van het 16 meter gebied. Die vrije trap boven het hoofd van spits de Bie weggrabbelen. Dan heb je als keeper heel veel zelfvertrouwen. Komt die uittrap helemaal door het midden. En dan is het Costons die in de mangel gaat. En dan de vrije trap tegenkrijgt van scheidsrechter Kooi. Waarschijnlijk heeft hij dan de eerste duwfout gemaakt. Koen Costons, geboren in Maastricht, opgegroeid in Lanaken. Sommigen denken dat het een Belg is, maar het is toch echt een Nederlander. Een wissel komt er nog aan bij MVV. Brian Nieling. Brian Nieling, de huurling van Fortuna, gaat erin komen. Even kijken wie eruit gaat. Dat is Toenahan Taski. En ik snap deze beweegreden wel van Maurice Verberne. Want de lengte van Nieling kan nog wel eens als pinch hitter misschien voor een verrassing gaan zorgen. En dan gaan we ook kijken hoeveel tijd erbij komt. Ik heb het even niet kunnen horen, maar daar gaan we nu aan beginnen. De 5 minuten die er nog stonden, die zijn afgelopen. En er komen 7 minuten extra bij. En dat is nogal wat. Ja, nee, ik zie nou in één keer 4 minuten. Via het publiek werd ik geadviseerd om er 7 van te maken. Nu zie ik de vierde official. En dat is ook iets wat veel beter klopt. Niels Boel uit Vlissingen heeft het bordje omhoog gehouden. De 4 minuten extra tijd zijn met die 2-2 spannende stand nu ingegaan. Ja, vergunning Nino Hoes. We wachten nog even op het einde van Dordrecht tegen MVV. Betekent ook dat we het NOS-journaal van 10 uur uitstellen. Maar dat is op dit moment niet zo heel erg van belang. Althans, we hopen dat er nog mooi nieuws komt vanuit Dordrecht. Roda en VVV die wisten te winnen. Hopelijk doet MVV dat goede voorbeeld te volgen. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Ook al een tijd geleden hoor, denk ik dat er nog 3
Limburgse clubs op één avond weten te winnen. In het buitenland dan even kijken. Chelsea Luton Town, 50ste minuut inmiddels. En Chelsea leidt met 1-0. Leipzig leidt met 4-1 tegen Stuttgart in de Bundesliga, met nog een kwartier op de klok. Dordrecht NVV dan, de extra tijd inmiddels, Maarten. Ja, het is 4 minuten extra tijd, waarvan er 45 seconden zijn verstreken. Smeets nu, die stuurt nog een keer Costons weg aan de linkerkant van het veld. Maker van de 2-2 stoomt op het 16 meter gebied af. Geeft hem dan breed de mogelijkheid daar. Oh, wat een slechte aanname van Livramento. De redding dan toch nog. Ultiem deze mogelijkheid van Livramento om die bal binnen te schieten. De aanname was niet goed. En daardoor kon Luca Ploegman, de Duitser, in het doel van Dordrecht nog een keer in de linker benedenhoek redden. Maar dat had hem zomaar kunnen zijn, de 2-3. Het levert nu niet meer op dan een corner. En daar moet Brian Smeets helemaal naartoe. Die staat op het middenveld in de as van het veld, halverwege de helft van FC Dordrecht, met een doelman, Ploegman, die voor het uitvak staat. En dan is het een hele langzame pas die Brian Smeets heeft nu, om uiteindelijk aan de rechterkant van het veld uit te komen bij de hoekvlag. Uitdraaiende corner wordt dat. Natuurlijk Brian Nieling mee. Net ingevallen, heeft lengte. En dan komt hij bij die invaller. En die kopt hem uiteindelijk niet, want het is Aktas die er eerder bij is. Overtreding inmiddels gemaakt door Nieling, die dat bij de tweede paal nog probeerde te herstellen. Die halve kopbal van Özgür Aktas. En dan is de vrije trap voor keeper Ploegman. Gaat FC Dordrecht ook nog eens een keer naar voren in een ultieme poging misschien ook nog de winst naar zich toe te trekken. Lange bal nu komt op het hoofd van Komans. Half komt hij links achterin toch via de kluts uit bij Schenk. Die houdt hem wel binnen, maar geeft hem cadeau aan Zebaoui. En dan moet dat gecorrigeerd worden daardoor Komans, die weer terug is. Maakt VVV het zichzelf onnodig lastig. Komt er vanaf de rechterkant een lange ingooi van Ilias Bronkhorst. En die gaat er even zijn tijd voor nemen. Bijna iedereen nu voor het doel van Romain Matthijs, behalve keeper Ploegman, komt die ingooi richting de penalty stip. Wie kan daar nog bij? Fel duel daar, duwen en trekken. Het lijkt een worstelwedstrijd in het 16 meter gebied. En geschoten van buiten dat strafschopgebied. Een volley van Bronkhorst ruim over het doel van Romain Matthijs. Het moet er nu bijna op zitten. De extra 4 minuten hier in Dordrecht. Nadat de wedstrijd gestaakt is, toen in de 85e minuut Koen Costons er 2-2 van had gemaakt. Toen zijn we even naar binnen gegaan. Ik niet, maar de spelers wel. En uiteindelijk gaan we de wedstrijd, denk ik, en de spelers dus ook afmaken. Lange trap van Romain Matthijs bijna op het hoofd van Smeets. En dan wil Costons daar een ingooi, maar blijft de bal binnen. Wild naar voren van Dordrecht. Weggekopt door Aktas. Aktas nog een keer in de middencirkel in duel met spits De Bie. En dan is het Jari Schuurman, de middenvelder. De aanvallende middenvelder van Dordrecht die hem oppikt. En aan de linkerkant nog een keer Hilton in balbezit brengt. FC Dordrecht terug naar keeper Ploegman. Een jagende Livramento levert een wilde bal op. Maar uiteindelijk zit de wedstrijd erop. Na 90 minuten en 4 extra minuten. Na een minuut of 12-13 oponthoud. De staking na de 2-2 van Koen Costons in de 85e minuut. Ik denk dat MVV en Dordrecht tevreden mogen zijn met een puntje. Het enige is wel, vind ik, dat MVV na die geweldige opening, het eerste kwartier met de 0-1 in de 12e minuut van Smeets, de teugels wat te veel heeft laten vieren. En zich in de tweede helft binnen 2 minuten op achterstand laten zetten door Soeray. 2 keer de aanvoerder van Dordrecht. Uiteindelijk het puntje door Costons. En dan is het wel weer lekker, denk ik, dat ze komend weekend thuis op de nieuwe kunstgrasmat tegen Jong Ajax mogen aantreden. Want dat is dan de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Dan moeten de punten maar gepakt worden. De 2 die hier, gezien het goede begin, een klein beetje achtergebleven zijn. Dankjewel, Maarten Overleef, voor het verslag vanaf de Kromme Dijk. NVV blijft ongeslagen. 4 punten uit 2 wedstrijden. Daarmee staan ze op dit moment 4e op de ranglijst. De nabeschouwingen van de wedstrijden van vanavond. Dordrecht MVV 2-2, Roda Top Os 2-0 en VVV Jong Utrecht 4-1. Morgen uitgebreid op 1Limburg.nl en in de 1 Limburg app. En natuurlijk ook de samenvatting op L1 TV in Limburg Centraal. Dat was het voor nu wat de L1 Sport betreft voor deze avond. Het was een avond met alles bij elkaar. Ja, 2 overwinningen en een gelijkspel. Dus helemaal niet zo verkeerd wat de Limburgse ploegen betreft. Wij zijn er morgenavond weer om 9 uur. Voor de wedstrijd tussen Excelsior en Fortuna, die ook om 9 uur gaat beginnen. Het duel in de Eredivisie.
Voor nu zit het er dus op. Hartelijk dank voor het luisteren. Nog een fijne vrijdagavond. En graag tot morgen.